Men, ik was echt zo net verhuisd of zo, en uh, mijn uh, voormalige vriendin toen, zei dat ik ga deze jongen helpen. Hij heeft zijn adres nog niet aangegeven. Ik had dat niet aangegeven voor een reden natuurlijk. En zij dacht van ik ga hem eens helpen achter mijn rug mijn adres <laughs> aangegeven. Gewoon dacht stond er gewoon een fliek voor Zeg ja meneer Frederik, ja komt iets mee? Welkom 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 dank bij wel, podcast het perspectief. Wel. Vandaag hebben we niemand minder dan de fucking King. We hebben Freddy Konings. Let's fucking go. Bombo kletsen! <laughs> ja, 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 We hebben heel veel fanfare hier klaar. Nee, zijn ja, 100%. We hebben aflevering 63 of 64. Wauw. Uh, hebben jullie allemaal uh, geïnterviewd? zo? We hebben wel een paar goede namen, al. Ja. Uh, Ik denk wat, wat u het meest gaat opvallen: Dikke, sowieso. Okay. Hebben Dikke gehad? Uh, ja, hij, is, hij, is niet, hij woont hier niet. Verder. Nee, dat is waar. Wel... Ja. Inderdaad. Uh, wat wat hebben we nog? Van politiekers hebben we Dries van Lang over gehad, okay. uh, Raoul Hedebouw. Okay. Uh, van uh, entertainers, wie hebben we nog gehad? Wel, we het C-Boy J. C-Boy J. Mm. Dat is onze tweede film. medium van Nederland, dat is een monster. is funny as fuck. ja, okay. uh, is echt funny as fuck. Uh, uh, wie nog? Een van mijn favorieten is de trainer van Badrari. Um, we hebben we ook gehad. Saïd Abadawi. Die uh, een beetje mollig zo. Ja, 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 die kale. Okay, okay, ja. Okay, okay, Hij is ook okay, de trainer okay. van Idas Enahashi. En Misschien kent okay. je die. Nee, Melvin Manouf? Nee, zeg maar. Nee? Oh, maakt niet uit. Ben dat ook is ook geen hip-hop, hè, vriend? Ja, ja ik snapte. Ik ben echt, uh, heel. Uh, hoe zou ik het zeggen? We hebben Isa gehad, grootste streamer van België en Nederland. Hm? Van België in Nederland? Ja. Maar ja. is hij dan in België, of...? Die hij is... woont op de grens. Mm. Maar hij is eigenlijk Nederlander. Hij is, maar die woont in België nu. Oké. Okay. Maar die woont in Laanaken en die is van Maastricht. Oké. Okay. Is... Ja. Snap het. Dat komt goed uit voor hem, Meghan. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Net dat zoals we de net zeiden over Samir. Zo, <laughs> <laughs> so, wanneer, wanneer het moet is als Sam, wanneer het moet is als Samir. Echt En naar Digi Viking. is naar Viking. Nee, maar nu wat we het erover hebben, ik zei ik het ik net nog tegen hem. Ik zei: We hebben Dikke gehad, nu hebben we u. Mm -hmm. We hebben alleen nog zwang regie nodig en dan hebben we de Holy Trinity of hip-hop in Belgium. Toch? Probeer de zwanger maar hier te krijgen. Je bent iets meer op vakantie dan dat hij hier woont. Ah, Jij belt hem vandaag, hey broer. Ja, ik, uh, ik land morgen uh, in België. Uh, gaan we afspreken? Ja zeker. Jij belt hem drie dagen daarna. Ja, broer, ik zit in uh, Griekenland. Ik? <laughs> oh, hou. <laughs> heeft gelijk, ik zit er niet te ja, genieten. Hij heeft ook hard ook hard gewerkt, eerlijk gezegd, om zo Ondert te kunnen genieten. Dat snapte. Dus een, zeker, een lange carrière nee. achter de ja, Om, zeker, zeker, om zeker. nu, op zijn plaats te zijn waar dat is. Ja, zeker. Een zou je, zou je akkoord gaan met die, met die, holy trinity. Akkoord in de zin van top of drie. Ik mijn eigen daar in die top drie plaatsen. Ja. Op, op die Mount Rushmore. Van ik uh, zou persoonlijk zonder. zeggen top drie Belgische rappers qua succes. Dus niet qua smaak of beste bars of gewoon qua succes. zou ik zeggen jullie drie: jij, Dikke en regie. Ik kan begrijpen waarom jullie. Ze samen plaatsen. Dat moet ik pak die bloemetjes. Ja, o, ja pak ik, pak ze zeker, ik pak ze zeker. Maar uh, ik vind sowieso dat ik, uh, dat ik nog veel meer moet doen. Mm -hmm. snapte. Ik hou ja. niet echt van uh, complimenten om het maar zo te zeggen, mm -hmm. maar ik accepteer ze wel. Ja, ja zeker. Ik accepteer zeker, ze heen. wel, denk je wel, maar uh, ik weet niet, ik voel dat ik nog. Maar je bent actief uh -huh. en je werkt. Hè. Ja, ik werk heel hard. Ik ik oh, heb gekeken, want, hoe, hoe oud zit je, je eigenlijk? 26, 20, ja. Dat is echt nog jong hè? Ja. Maar de afgelopen drie jaar heb je consistent elk jaar een album gedropt, hè? Mm -hmm. Dat is niet gemakkelijk hè? Vijf albums als ik me niet vergis. In drie jaar? Ja. Drie jaar tijd. Ja. Ja, zit je. Maar ik ben, ook een, ik ben ook een heel uh, uh, productief persoon gewoon. Ik hou ook gewoon van muziek maken. Ik hou daar echt ja. van. Like, dat is echt mijn life gewoon, ja. Zo. Ja. Het feit dat ik er nu zeg maar geld voor krijg is zo, dank je wel God, snapte? Ja dan maakt het gewoon allemaal veel mooier. It's like, keep doing what you're doing and I'm gonna award you. Snap je wat ik bedoel? Ja, als zeker. Je, als je kijkt naar je hele discography, hè? Mm -hmm. hoe lang was je, maakte je muziek zonder geld te maken? En hoe lang zit je nu geld aan verdienen sinds dat je muziek maakt? Ik maak al negen jaar muziek. Mm -hmm. ja, sinds uh, sinds 17 sinds, dan? Sinds? 17. Ja, is dat 17? Was of 18, 18? leeftijd 17 18, hè? 18, ja. Sinds achttien, ja. Ja, zoiets. Dat ja, pakt jongers, zo. Dat pakt sinds Laten we zeggen dat we nog niet uh, goed wisten hoe we moesten werken met YouTube en, ja. en dit en dat. Maar uh, ja, pak het de goede negen jaar en de laatste drie jaar sinds 2020 is er pas echt nee, waar ja, ik ja, kan betekent. zeggen van oké okay, dit is echt geld gewoon. Ja, ja, ja. Snapte? Ja. Hier kun je van leven. Hier kan ik van leven, snapte. Dus, uh, Sterk, ja. proficiënt. Ja. Dank u, dank u. <laughs> Nee, dat is mooi. Hè? We nee, zeggen altijd, als je, van je hobby, als je van je hobby je job kunt maken, uh -huh. dan zit je dan nog aan werk eigenlijk. Want je, je dat aan werk. Weet je, ik vind van... Uh, op een bepaald moment, bijvoorbeeld in de muziek, in het begin was het, zag ik het niet als werk. Uh -huh. Maar op een gegeven moment heb je zoiets van... Oké, okay, ik heb nu een klein beetje en ik wil veel meer hebben. En dat is het moment dat je... Het hobby zijn de mm -hmm. en echt het gaat zien als werk. Nu zie ik muziek echt als werk. Vroeger zeg ik het niet als werk. Ja. Vroeger was het naar de studio gaan, Ik pak een uh, fles niet mee. Mm -hmm. Ik pak een paar vrienden mee. En we gaan naar de studio. We're mm. just having fun. En nu is het meer van ik ga naar de studio helemaal alleen. I'm on the clock. I'm on the clock, snap je? Ik betaal I'm paying by the hour now. Ik uh. uh. so, Dingen zijn wel anders geworden. Jij neemt het ook veel professioneler aan. Gewoon, snap je? jij probeert ook dieper te gaan uh, 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 kijken naar wat willen mijn luisteraars horen, wat kan ik hun geven, um, hoe kan ik mijn eigen verbreden, hoe kan ik een nieuwe doelgroep uh, bereiken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik binnen een aantal jaar op een, op een zwangerieniveau sta, snap je uh -huh. wat ik bedoel? Het zijn die soort dingen en dan dat is het moment dat je echt zoiets hebt van, je hebt het echt aan het werk. Veel mensen denken dat rapper life iets simpels is. Uh -huh kan niet tegen <laughs> <laughs> Het is soms simpel. Het is soms simpel. Maar er zijn ook heel veel momenten waar je echt. En wanneer je in die diepte zit, ben je er ook helemaal alleen voor. Want je bent de enige persoon die ervoor kan zorgen dat je terug gaat klimmen. Mm -hmm. Dus simpel is het op gegeven momenten, snapte maar. Het is ook niet altijd even simpel, snapte ik. Nee. Ja, maar zeker ook omdat je dat zo serieus neemt. Hè? Omdat ja. je dat zo je behandelt eigenlijk als een business. Hè? Ja, zeker. Want ik hoorde je net zeggen van, hè, je kijkt naar, oké, okay, wat, wat willen mijn luisteraars horen? Hoe kan ik mijn doelpubliek verbreden? Dat is gehandeld ja. ja. eigenlijk ja. als een business. Hè? Ja. Ja. Wat zou je zeggen dat zo de grootste verandering is die je hebt gemaakt in je professionalisering? Uh... Wauw, dit is een vraag die ik nog nooit heb gekregen op een interview. <laughs> en zo naar mezelf. <lacht> <Amai>. <lacht> <lacht> ik denk persoonlijk. Uh... Articulatie achter de mic. Ah. Ik had daar vroeger heel veel uh, uh, klachten van gekregen, zeg maar. Ja. Maar ook gewoon van, van producer zelf, die zo zeiden: van, Bro, je articuleert heel slecht en dit. En, ja. dat. en ik ben daar echt gewoon op gaan oefenen. Want ik kom van Antwerpen, wij praten heel ja. snel en zo. Ja, dat ja. Ook zo van die pure Antwerpse woorden proberen te vermijden uit mijn tekst, zodat de meerderheid ook kan volgen wat ik zeg. Ja. Maar heb niet alleen luisteraars in Antwerpen? Het is Duitsland. Ik heb luisteraars rondom. Een heel gebied van België buiten de Franse kant, natuurlijk. Maar ja, f... Dat hoeft ook nee. niet. <laughs> <Nee. laughs> Match. We gaan niet klagen als We dat, dat gebeurt. Als het gebeurt maar, dat is moeilijker, ja. natuurlijk. Ja. Dus ja, ik ben mij daar uh, uh, wat meer op uh, gaan focussen, inderdaad. Ja, 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 ja. Zo, denk ik, zou je er nooit bij stilgestaan hebben? Nee, articulatie. Nee. Dat dat, nu, dat is wel belangrijk. Ja, zeker als ik een fel. Antwerpen is een fel ja, dialect. Ja, 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 hè. Ja, ja, zeker ja. voor mensen uh, buiten Antwerpen. Maar ik merk dat, dat in uw spreektaal, mm -hmm. dus hier rond de podcast, dat dat ook. Ik heb familie in Antwerpen gewonnen. En het is moeilijker precies om hun te verstaan ja. dan, dan, ik me, uh, dan ik dat heb met u. Ja, ik probeer er wel echt uh, heel hard op te letten. Om zeker te zijn. Van waar zit je in Antwerpen? Uh, Kiel Kiel. Ja, Kiel. Ja, ja. Leg Antwerpen eens uit voor, uh, voor de Limburgers. Want je hebt bijvoorbeeld Borgerhout, dat is uh, waar de Marokkanen vandaan zijn. Deuren zijn de Turken. Marokkanen vinden je overal. <laughs> in België, broer. Je gaat geen één plaatsje gaan, maar je geen Marokkanen <laughs> vinden. Over heel België zo. Over heel België zijn die wel. Maar, boah, uh, <laughs> wow, ja. Pff. Weet je, uh, aan onze kant is het meer van. Uh, sowieso, de Marokkanen zijn in de meerderheid. Maar wij mengen ons gewoon snapte wat ik bedoel alleen ja ik ga elke dag een Marokkaans ontbijtje eten ik kan niet echt zeggen dat ik tegen de Marokkanen ben. <laughs> <laughs> ik lust me wel een zwengje <laughs> een harira soepje ja, <laughs> zeker een vastnachte dus in Antwerpen ja. kun je ook niet tegen de Marokkanen zijn als... oh, zeker niet zo verliezen <laughs> maar. Dat is zegt meer meer, meer 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 ik zit meer Marokkaan <laughs> <Allee, ja. lacht> maar het, het kiel... Dus je zit daar opgegroeid ook Nee, ik ben opgegroeid in Borgerhout. En je bent opgegroeid in Borgerhout? Ik dus ben opgegroeid kan. in Borgerhout, daarna verhuisd naar het Kiel. En nu, gewoon, uh, ja, nog steeds daar. Oh, waar zit jezelf liever, Borgerhout of Kiel? Als ik dat moet ik kiezen. Het is een nice question, ik weet maar. <laughs> Ik ga mijn beroep op mijn zweet richten. <laughs> begrijpelijk. Begrijpelijk. Ja, maar, ja. Straks. Uh, <laughs> granaat voor de deur. Met Antwerpen is dat nog mogelijk. Ook, <laughs> dat is echt. Hier, <laughs> ja, dat, dat is wereldnieuws als er zoiets gebeurt. Ja, iedereen weet dat. Maar. Ja, dat in Antwerpen gebeurt dat, ja. Ja, maar nu is het ook niet meer. Het is niet meer een verrassing of zo. Het komt ook niet meer elke keer in het nieuws. Gewoon. Like. Dat is gek eigenlijk, ja. Dat is gek, ja. is genormaliseerd. Het is, is genormaliseerd gewoon. Crazy. Dat is echt crazy. Ik weet nog, er was, een, er, was een, er was een tijd, letterlijk, als we op de autosnelweg rijden. was het echt van, bro, geen afslag Borgerhout nemen. Ja, ja, ja. Rijd door. Ja, ja, ja. Ga pak, pak weinig hem of zo om bereft okay. te gaan. We gaan niet langs Borgerhout of Deurne of zo, bro. Het is daar heet. Ja, ja, ja. Gewoon niet komen, bro. Ja, man, it's crazy. Dat is maar echt ja. wel crazy. Als je dat zegt op de, dat je er niet langs wil komen, is dat omdat de flikken er waren? Of omdat ja, er iets kon om, gebeuren? Om, om de één, oké. Okay, um, Flieken zijn op zoek naar uh, mensen met granaat. Allee ja, er staat niet op ons voorhoofd geschreven granaat. Dus naar wie gaan ze zoeken? Naar het die er moest <laughs> Ja, ja. ja. een zwarte jongen met drits. Gelach. Ja. Maar er is zware profilering hier. Hè? Ja. En we ja. vallen ook heel fel op. En ik zeg we, omdat in, in Limburg maken wij dat ook mee. Hè? Ja. In Limburg uh, kunt je ons ook heel gemakkelijk profileren. Ja, hè? Ja, als, je gewoon, als we gewoon een kruispunt tegengaan. En er is, een, er is een combi aan de andere kant. Je hebt al die. 100%. Ja. Zeker weten. Ik weet, je hebt me gezien. Jij ja, ja, ja. hebt gekeken uitdrukkelijk ja. naar mijn kant in ja. de auto. Je hebt mijn kindteken al, inge, al ja. Ingetikt. Exact, ja. Ik weet het, ik weet en die profilering, het. Die, die bestaat er. Dat is, maar, dat is een jammere zaak, eigenlijk. Aan de andere kant kun jij hun kwalijk nemen. Ja. Want 9 op de 10. Als we toch als we, als we toch worden tegengehouden. snap je? Hm. 9 op de 10. Ik Spiexel spreek altijd klaar. Snap je wat ik bedoel? Ik spreek uit mijn eigen ervaring. Wij zijn vaak ook schuldig. Ja. Dus, ja. snap je wat ik bedoel? Ik heb zoiets van, ah, ik ga nu op een bepaald moment zelfs niet meer kwalijk nemen. Daarom ik vermijd ik liever gewoon die buurt. Snap je ja. wat ik bedoel? Maar het is dat. Maar ik heb ook gemerkt: uw kleding doet ook heel veel. Hè? 100%. Kleding doet als jij, soms ik ben ik met een korte broekjes, hemdje van boven. Ja, ja. Of gouden horloge, gouden ketting. Ah probleem, zo ja, 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 ja. zo aan de kant, zo ja, 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 ja. aan de ja, ja, ja. Ik doe sowieso altijd. Tasje, in... klaar. Je tasje, tasje. tasje. Ah, oh dat is niks. Lop, lop, ja, ja. lop, lot, lot, lot. Ah mij. Dit is een drugmule. <laughs> <laughs> Man. Ja, ja, ja. Maar ja, je leert ervan, wordt er slimmer van. We zijn ook ondertussen ouder geworden. We hebben Zwaar. bepaalde dingen zeg maar, uh, opgemerkt. We hebben erop ingespeeld en uh, we proberen te zorgen dat we niet elke weer in dezelfde cirkel blijven draaien, snap je? Mm -hmm. Dus ja. Ook met zo'n trainingspak in de auto stappen, ja, maat. Dan Zalig. moet je al heel clean zijn als je dat gaat doen, hè? Ja. ja dan moet je echt zeker heel clean zijn. Dat moet je zijn, zeker ja. weten. Ja, de, ja, 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 ja. ja, ja, zeker en vast, zeker en vast. En dan doe je dat ook met een glimlach, hè? Als je clean bent en gewoon tegen, dan is maar, dat dan, dan, Kun je dat ik ben, Ik heb nog steeds geen rijbewijs, Nee, <laughs> Nee, ja, <sorry. laughs> dus, De dag dat ik een rijbewijs is, maat, ik kan niet liegen. Trainingspak. <laughs> doorloge, horloge, gauw de ketting. Met een Gucci. Ja, toch. <laughs> extra. <laughs> <allemaal> echt extra. <laughs> Dikste huurbek. <laughs> Turnhoutse baanplankje. plankje <laughs> <laughs> Allee, ja. ik Echt zo achter een combi, hey. <laughs> <laughs> Maar toch nog de snelheidslimiet. Ja, 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 ja. zo net niet kunnen pakken, zo. Lekere <laughs> nee, 49, weet je. <laughs> Beautiful, ik zweer ja, beautiful. Ja, ja. Man, ik heb niet echt op die dag. Hoe, in hoe komt dat je nog geen rijbeen e bent? Eén, eigenlijk, zeg maar, toen ik auto begon te rijden, de auto was zo bij de hand. Het rijbewijs was gewoon bijzaak. Zo, zo. Ja, ja. Hebt, ja, dat Waarom dat heb ik dat nodig? Ik ja, ik rij al ondertussen. ken dat, toen was ik echt al drie jaar auto aan het rijden. Ja. <laughs> ik was nog niet tegengehouden, zo. Ja, want ik hou me aan de. Snelheidsregels en zo. Ja, ik hou ja, me aan de niet-klaksken ja. aan in de auto. <laughs> geen tasje, geen trainingspak, snapte. Goede traatje gewoon rustig. Dus ik was al zo lang aan het rijden zonder rijbewijs, dat het zelfs niet meer. Illegaal voelde. Ja, dat is een gevaarlijke curse hoor. om de rij zonder rijbewijs. Je Broer, ben... ik, heb, ik heb een tante die misschien twintig jaar lang zonder rijden. rijbewijs heeft gereden. Ja, he? ook zoiets. Ik, he? zo, ik heb er ook zo een. Nooit tegen, e ja, <laughs> Maar ja, op den duur dan heb je zoiets van: pff, e eindstand red je zelfs beter dan mensen met rijbewijs. Ja, ja. ja. Dan je zoiets, wij kunnen je helemaal niet gewoon meer rijbewijs geven. Nu, natuurlijk, verzekeringswijs uh -huh. is dat niet zo slim. Dat is een heel gevaarlijke. Ja, uh -huh. Uh -huh. Uh, want je... mocht je ooit in de shit geraken, dan is dat eerste wat er, waar de dingen uh, ja, ja, naar ja, wordt ja, gewezen. Ja, ja ongepast dat dat niet is gebeurd dan. Dat is waar. Ja, inderdaad. Maar ik, ja. ik heb ik dat meegemaakt hè, met T-Max. Ik, ik was toch gecrashed? Ik had ja. geen rijwijs toen. Want het al verjaard, denk ik niet. Ik, ik hoop het, dat. Ik zweer, we we ik er hoop er op dat. Want <laughs> die ijzels <laughs> in aan het kijken. Dit is niet. Ik ken die zo. Oh, dat is een in 2017. Ja, hij belt me. Pas hij belt me 12 uur s'nachts. <laughs> wacht even, wacht even. Is dat verjaard of niet, denk je? 2017? Nee, jongen, we zitten hier aan praten, natuurlijk. Zes jaar. Ik nu, we een kunnen rijbewijs. zeggen, allegedly. Maar maar ik, heb laatst, laatst, rijbewijs. ik heb laatst nog een zaak gekregen van zes jaar geleden. Nee, maar ik had mijn rijbewijs. <laughs> maar voorlopig. Nee, nee, die was fully. Ik had mijn rijbewijs. Dat rijbewijs. Ah. No self-snitching over. <laughs> hoezo heb je een zaak gekregen zes jaar van ja, zes jaar terug? Ik snapte dat ook niet, man. We zijn niet gaan ze kijken naar uw lyrics of wat? Ik heb geen flauw idee. Is <laughs> ik lees die brief zo van heb ik deze gedaan nee, ja. het was echt zo lang geleden gewoon ja, nee, ja. maar ze waren inderdaad in de periode van het gaat vervallen dus wij willen dat nu gaan afhandelen snapte ja, ja. Het, lag nog, het stond er echt zo op ja deze uh, dingen lagen nog ergens in ons tussen ons papier <laughs> moet nog afgelost worden uh, wanneer kunt u uh, naar de rechter komen deze datum dit dat dit dat ja ja dat fucked up ja het zou blij zijn als het verjaard was maar ja zelfie ja. maar ja, hoe ja. kun je zelf zoiets verdedigen ja vriend ik was 15 jaar had je gezegd ik was ja. <laughs> 15 jaar wat wil je dat ik nog zeg ja twee kinderen heb ik ja. Uh, ja, eerlijk zes jaar geleden herinner je toch niets meer joh? ja ja je hebt toch ook... sowieso geen details meer je hebt het je bent toch sowieso heel anders in je hoofd ja, ja je bent een, een, een andere persoon hè dat hè je weet zeker na die leeftijd 20 jaar begin je echt al andere stappen te nemen in je leven, snap je? 100%. Dus ja. Maar ja, voor Bro. hun is het gewoon iemand moet boeten. Ja, het is de job gewoon. De snap je? die kunnen ook geen uitzonderingen maken. Ja. Maar dat waar wat we al het gezegd, die leeftijd 20... Ik, weet, ik zou zeggen dat ik de grootste veranderingen in mijn denkwijze en, en dat heb ik meegemaakt tussen 18 en 24, zou ik zeggen. Ja, zo. ja, 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 ja. Tussen 18 en 24 was alles fast pace. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik, ik heb heel ja. veel bijgeleerd in korte periodes. zo. Mm -hmm exact dat is echt de die, leeftijd uh, denk ik. Voel ik die voel ik die. Uh. ook jij bent, op die leeftijd ben je ook uh, al uw vrienden zijn niet per se dezelfde leeftijd nee inderdaad oudere mensen oudere mensen waarmee je omgaat je bent ook heel nieuwsgierig om te leren van hoe, hoe is het bij u in uw leven ja. aangezien je vijf jaar ouder bent dan mij en zo uh -huh. ik denk dat, 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 rond die ja. leeftijd is ja. dus leeftijd niet meer zo belangrijk ook niet dan kun je... Dat is minder een factor. Ja, ja, tussen, ja. tussen de ja. mensen rond je. Ja, Want een, een 17-jarige gaat moeilijk chillen met een 22-jarige. Ja. Maar een 25-jarige kan heel gemakkelijk chillen met een 29-jarige. Ja. ja, ja, ja en ja, een ja, ja, 40-jarige... Ja, ja, ja. <laughs> dat klopt wel, dat klopt wel. Wat <laughs> <laughs> uh, we het over, uh, over de vlek en zo? vroeger mm -hmm. je er een paar keer uh, contact geweest met hen, hè? Amai, een paar keer te veel. <laughs> <laughs> Elke keer was te veel, denk ik. Ja, hoe is, hoe is dat begonnen? Waar, waar was uw eerste aanraking met, met het gerecht? De eerste aanraking met gericht, ik denk pf, dat was nog uh, krammel dief toestanden Zo, wat was dat? Uh, -Oh of... Kleedkamer leegmaken van <laughs> voetballploegen en zo. Nee, ja. mijn neef ging direct voor de iPhone ja. of voor de Blackberry's. Man, ik pakte al schoenen mee, boeide mijn <laughs> verkocht schoenen op school, ik zweer <laughs> het huh? elke, elke maandag komt daar nieuwe fans, en ik denkt, je moet die. <laughs> 40 euro, affresie, resale. Man, ja, ja, ja. ik denk, oh, ik kan denk niet. toen al. Ik denk toen al, maar uh, eerste serieuze ding was uh, 2016. Uh, toen ik werd uh, tegengehouden voor uh, narcotics. Ergens ik denk uh, op straat gewoon, ik weet niet meer. Mm. Gewoon klein, dom. Dat je zelf bij had of wat gewoon aan verkopen? Ja, verkopen gewoon. Wat uh. uh, had je bij zakjes en. Ja, van alle zichten. Ja. Dat was een hele ik. Nee, weekschal nu niet, maar uh, dat is niet we, zo slim om met mee, nee weegschaal te gaan. Ja, ik ben uh, 16, 17 jaar misschien. Je ja. ja, ja. hebt scheit dan hè? Ja, je hebt geit. Jij, ja. jij denkt ook niet aan de consequenties, nee. snap je? Jij nee. denkt gewoon. Aan nu. Ja. Want uiteindelijk, je weet, als ik nu gepakt word, ik ben genaaid. Je weet dat op dat moment. Maar je staat er niet best stil. Je staat er gewoon. niet best stil. Ja. Je hebt ja. ook zoiets van: pff, hoe erg kan je in gevangenis zijn? Ja. Snap je? Ja. je? neemt het allemaal niet serieus gewoon. Je neemt het allemaal niet serieus. Dat is ook niet echt realistisch, omdat je dat nog niet echt hebt meegemaakt. Ja. Dat wat ik nu, als je dat doet, doe je dat beter voor 18. Dan komt het ook nog niet, of dan wordt er geweest van straf. <laughs> Die heb ik veel gehoord. Maar ja. Ik was echt. Net achttien nee, toen ik gepakt was. Echt net 18. Dus ik was nog zo in die... Maar die waren blij, die mannen. Die dachten van, hebben hem. Ik was echt zo in cashout aan het openen. Oh, misschien die stuurde me naar jeugdgevangenis. <laughs> <laughs> Dat zal toch niet waar zijn? <laughs> ja. heb, je daarvan, heb je daarvoor direct gezeten dan? Ja. Serieus, ja Direct, direct, direct. direct. Ja, Hoeveel had je bij dan? Mensen, ik, heb je dan? Want je hebt er al voor veel, gezeten, hè? Veel. Ik had echt... Uh, maar ik had, de ding ook was, ik had veel soorten. Ja. Ik had veel soorten dingen bij Politie kende mij niet, dus dat was voor hun van: hoe is deze jonge gast met zoveel soorten en zoveel op zak? Gewoon hier. We hebben nog nooit van hem gehoord. En ja, en dat. Ja. Altijd ik -radar al radar gebleven? Ja, ik woonde ook al niet meer thuis. die tijd, ik ging niet meer naar school. Hmm. Het was echt uh, huh? direct in back, jongen. <laughs> dat is dus van de bek, de joh. AE of u. Hoe lang heb je daarvoor gezeten? Drie maanden toen. In het begin was het drie maanden. Ja, toen was dat drie maanden. Ik denk dat ik nog een uh, tweede keer ben teruggegaan voor een weekendje. Bosklasse. Het is een bosklasse. Echt een Man, ik was echt zo net verhuisd of zo. En uh, mijn uh, voormalige vriendin toen dacht: ik ga deze jongen helpen. Hij heeft zijn adres nog niet aangegeven. Ik had dat niet aangegeven voor een reden natuurlijk. En zij dacht: van, ik ga hem eens helpen. Achter mijn rug, mijn adres aangeven. Nee. Gewoon dag stond er gewoon een flik voor mij, ik zeg, ja, meneer Frederik, ja, komt iets mee? Allee, voordat ik het wist, ik heb uniform aan van Beginnenstraat. Ik dacht, ah, alleen Nee, ja. ja, zo snel was het gegaan. Echt op een vrijdag en dan zo, zondag gesproken met die directie van Begijdenstraat. Topvrouw, echt een topvrouw, echt waar. Wat uh... Was dat Begijdenstraat? Een Merksplas of zo? Wat? Een Merksplas of nee, nee, Begijnestraat, Begijnestraat. wat? Nee, nee, Begijdenstraat, Begijdenstraat. Waar is dat? Dat is, een, uh, dat is die... Uh... Een instelling, eigenlijk. Nee, het is geen instelling, het is echt een gevangenis, maar zo... Waar je als eerst naar wordt, ge jij wordt eerst zeg maar naar een gevangenis gestuurd. Totdat ze echt je dossier klaar hebben. Mm -hmm. En dan sturen ze naar uw, een echte gevangenis. Ja, dus eigenlijk jail en prison. Ja, yeah. Yeah. die eerste gevangenis waar je naartoe gaat, je bent met mensen met allerlei feiten. Iedereen die dat wordt opgepakt, gaat, gaat daar, gewoon naar één ja. plaats. En, dan en dan wordt wordt je ja. pas naar een uh, snapte? U, als je straf boven de tien jaar is, gaat je naar daar. Straf onder de drie jaar gaat je naar daar en zo. Maar in het begin zitten jullie eerst gewoon allemaal samen, mm -hmm. snapte. Dus. Uh, heb je de naam vergeten van oh, de Nee. Aristasius? Volgens mij heet dat zo. Het is goed ja. dat je dat niet meer weet. Ja, <laughs> mijn... Beter vergeten zo'n ding. Ja, ja. <laughs> Just erase that shit. <laughs> Kom dan maar zo simpel. Uh, ja. Maar dat is, toen was je 18? Ja, toen was ik net 18 inderdaad. Heb je, heb je daarna nog een beetje gedaan? Nog een? Heb je, de, heb je daarna nog eens vastgezeten? Ja, nu onlangs. Ah ja, dat is wel. Ja. Nu onlangs. Uh, Hoe lang is dat al Dus ik denk nu, ik ben in januari vrijgekomen. Welkom januari, maart, april. Welcome back. Je was acht maanden veroordeeld, hè? Nee. Het ding is, nieuws, het uh, nieuws had uitgebracht dat ik voor acht maanden ja. veroordeeld was, uh -huh. maar dat was helemaal niet zo. Ik had zeven zaken of zo. Van die zeven zaken kon ik nog één aanvechten. Uh -huh. En die één dat ik kon aanvechten is van achttien maanden naar acht maanden gegaan. En dan heeft nieuws ah, naar buiten laten ja. komen van. Freddy moet zitten voor acht maanden. Ja, ja, ja. Ik zat vijftien maanden vast, man. <laughs> Jij hebt vijftien maanden. Acht maanden vasten. Vest, maanden. en ja, vijftien is een groot verschil. Ja, mij, ja. een heel groot verschil, zo. zeker in uh, prison time. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> Hoe verdient je in prison time dan? Alles, <laughs> zo gaat, al, langer, alles gaat al zo traag. Ja, echt. Ja. Dus uh, ja, maar ja, nu we zijn er, sowieso. Nu, ik vind dat wel grappig. Ik je waarom? Oda? Want uh, wat ik zou willen voor Belgische hip hop. Is dit wat je allemaal zegt, eigenlijk? Dit is, dit, is, uh, dit is het verhaal van, van hiphop in, in, uh, in Amerika en zo. Hè. Dit is het verhaal, hè. En dat is jammer dat je hebt gezeten, hè. Maar zou je zeggen dat dat ergens goed is geweest voor je carrière? Dus voor mijn carrière? Pff, veel mensen zeiden dat wel tegen mij. <laughs> zeg maar, het maakt het allemaal wel geloofwaardiger en shit. Snap je wat ik bedoel? <laughs> en uh, ik heb wel zoiets van... Ik ben de eerste artiest ooit die een album heeft uitgebracht vanuit de gevangenis. In België, ja, dat was sterk. In België. Ja, sterk. Dus dat vind ik wel mooi meegenomen. Ook ik vind persoonlijk, zeg maar, life-wise heb ik er veel meer aan gehad dat ik ben gaan vastzitten. Waarom? In de zin van, als je als daar binnenkomt, alles hier buiten, alles gaat heel snel. Ja, dat is waar. Alles gaat heel snel. En je beseft dat echt niet, hè? maar alles gaat hier zo snel, dat is niet normaal. En als je daar gaat, is het zo van. Precies in de file staan. Hoe lastig is het om in de file te staan? Ja, dat is vervelend. Ah, wel, dan moet je je voorstellen dat jij 15 maanden in de file staat. Dat <laughs> is een goede vergelijking. Snapte? je? gaat echt nadenken, maat. Je gaat knopjes in je auto zien die je nog nooit eerder hebt gezien. Je, wat doet deze knop eigenlijk? Alle snap handleiding te? aan het lezen. Ja, handleiding aan het lezen. Ja, je zit daar toch, snap je? Dus. Ik was niet bepaald de persoon die boeken ging lezen. En zo. Mm -hmm. Ik ging daar ineens boeken lezen, want ja, ik verveelde me toch kapot. Mm -hmm. En dan begin ik te lezen en heb ik zoiets van: waarom was ik nooit eerder aan het lezen? Ja, Snap je? Dus die shit. En, uh, ja, Dus life-wise, like hoe dat ik nu uh, uh, sta in het leven, zeg maar, hoe dat ik nu denk en zo, heb ik wel heel veel, heel hard te bedenken aan, aan, aan de gevangenis, snapte je? Mm -hmm. Which is crazy, hè? Eh? Which If is you crazy, eigenlijk. Which is crazy. Yeah. Geloof mij, de mensen daarbinnen proberen u eigenlijk te breken. Ja, ja nou, is dat echt zo? Ja. ja maar heb ik... je het dan over de meer of over de portiers nee, en zo? Nee, over de portiers ja. en zo. De geretineerden hadden nou super graag. Ja. Ja. Allee, ja, Freddy Konings is bij jullie in de gevangenis. Ja, Dat dan ging je vragen: Werd je gezien als de rapper? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dat is wel dood. Als zei Freddy Spits some bars. <laughs> dat deed ik wel, niet eerlijk gezegd, want dat ging nooit stoppen dan. Eens dat jij Inderdaad. gaat beginnen, gaat dat nooit stoppen. Kijk dan... naar R. Kelly, is nog altijd aan het deurien. Maar hij heeft... heeft wel een. Kijk. Het verschil wel is met R. Je komt daar binnen Als en kan, men hè? ja. Mensen weten al van, you're fucked. En je zit hier ja. voor altijd, vriend. Ja. Snap je? Zo so, Beter gaat je je aan onze regels houden. 100%. Amerikaanse gevangenis is ook heel anders ja, dan Duitse ja. gevangenis. Ja, ja. Dus ja, ik, ik mag niet echt klagen. Mede gedetineerden, top. Mooi bon. probleem. En qua cipiers bedoel je dan dat er zo, want dat wordt ook veel gezegd, dat het moeilijkste aan jail is uh, dat ze echt je ego proberen kapot te maken. Ja. En nu moet je je voorstellen... Als man zijn is dat moeilijk, hè? Nu moet je je voorstellen, je hebt nog een beroemde rapper ook nog. Hmm. Ja. Die wil je extra pakken. Die wil mij extra pakken. En hoe... Kan je daar een voorbeeld van geven, dan? Ik ga een simpel voorbeeld geven. Uh, drugscontrole. Hmm. Er wordt in een cel van vier man 0,2 gram wiet gevonden in de toilet. Helemaal over... Uh, er zit water op, harder op alles die we kennen. 0.2 gram. Ja, Dat is letterlijk minder dan wat een normale mens in een jointje gooit. Bro. Letterlijk. Dat is letterlijk niks. Ja, dat dat is niks ja. Komt deze vrouw naar buiten? Kijkt die naar mij? Ja. Uh, deze komt op uw dossier. Hm? Tussen de vier pakt hij u. En die u. En die stapt gewoon weg, hè? Ah, deze komt op uw dossier. Hm? Ik dat ben dat dikke, deze vrouw is met mij kloot aan. Het speelden, ja. Dat leggen of zo, snap Maat, dat de politie toch niet week erop echt klaar stond om, om een verhoor af te leggen van, nee, uh, voor een 0,2 gram house like. Hoor de gekste. Deze heb ik nog nooit eerder verteld. Jullie gaan zot worden. Cool. Dus ik kom aan op die gesprek met die fliek. Uh, voor die, die 0,2. En uh, zei ze aan Maar in de gevangenis zelf, als je wordt gepakt met iets, krijg je ook een straf van de gevangenis. Dan moet je zo'n tucht hmm. zitten, snap je huh? wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus ik heb mijn tucht gekregen, maar... Op die tuchtpapier staat er ook op van ah, we hebben dit daar gevonden, we hebben dit daar gevonden en we hebben dit daar gevonden. Politie vertelt mij totaal iets anders. Gevangenis vertelt mij totaal iets anders. Mm. Dus ik zit daar ik zeg, ik zeg aan haar, mevrouw, gevangenis heeft tegen mij gezegd dat jullie uh, die 0.2 achter een plint hebben gevonden. Mm. Toch? Ja. Welke plint? Mm. Jij praat hier over je hebt dat in de wc gevonden. Zij zeggen: achter een plins? Wat is hier eigenlijk gaande? Ah ja, meneer, uh, dit, dat. We hebben niks te maken met de gevangenis. Oké, okay, ça va. Kun je even zo laten zien hoe dat het was, de dag, toen je in mijn cel binnenkwam, waar je hebt gevonden? Ja, meneer, dat is hier geen show en dit en dat. <laughs> Oké, okay, bon. heb jij misschien papieren waar dat. Allez, van de gebeurtenis van de dag? Nee, ik heb geen papieren bij. Dus dit heeft basically geen bewijs. Dus Mevrouw, jij staat hier met een laptop, <laughs> dossiers, maar jij hebt niks op papier of iets staan van de gebeurtenis. Je bent gewoon aan het freestylen dat is tegen is gewoon mij. he says, she says, ja. Ja, uh, jij moet niet denken dat ik je in de val probeer te lokken en dit... Ik heb dat niet gezegd. Dat is wat je zei. Dat is wel een vriendenverdiening. Ja. En staan voorgekomen... Om dan van de rechter te horen: meneer, wou, niet, uh, uh, meneer wou geen verklaring afleggen. Nee, ja. Terwijl die flik zelf, op moment. omdat ik haar vragen stel waar ze niet op kan antwoorden. Ja, ja. zegt zij tegen mij: verlaat het gebouw. Ook, Ook nog. Ga terug naar uw cel. En dan kom ik daar bij de rechter. krijg ik te horen: van... ik wou geen verklaring afleggen. Maar, wat mooi was. ik heb tucht gekregen. Mm -hmm. voor het feit dat die flik heeft gezegd: van deze jongen was onbeleefd. en dit en dat en dit en dat. Ook nog. Dus die tuchtpapier. Was het bewijs dat ik wel aanwezig was op de verklaring? Ja, ja, ja. ja. En ja. zo is heel die zaak gewoon weggegaan. Dus zo heb je dat kunnen fixen ja. eigenlijk. Ja. Nee. Dus dan moet je je voorstellen, al met wat voor vieze spelletjes, dat die daar allemaal. Ja. Uh, die allemaal doen wat die willen. En laatste, doe... stel je voor als je jezelf niet kon verdedigen. Ah, oh, dat was geneukt, hè? Ja. Nee, ja. Iemand en... die een beetje minder Nederlands kan. Het gaat zelfs niet om Nederlands, het gaat om centen. Want ah. als ik geen geld had voor een advocaat, was ik geneukt. Ja. Oh. Snapte? En dan zat ik daar mijn zeven maanden extra celstraf. Snapte? Was ik nog steeds niet met zal. Voor 0,2 Zou we voor 0,27? Voor 0,2 maand. Ik vond dat zelfs überhaupt gek. Dat is gek, ja. Dat die komen werken voor 0,2. Ja, maar, dat is iets van wordt gezegd zelfs. Ja. Snapte wat yo. ik bedoel? Like, ja, er oh, wordt gerookt toch. Er wordt gerookt in de gevangenis, hè? Pff, niet dat ik van weet. Ik weet er niks van. Ik weet daar niets van. <lacht> <lacht> <laughs> Geeft die man een beetje, dan wordt hij rustig. Ja, ja. Allee, ja, ik zou dat ook denken. Gooi een blokje huis in de gang. Ja, dat ja. was het maar waar, jong. Zo elke zondag bij de frieten. Wie ah, nee. ja. ja. hebben jullie gedragen deze week. Ja. hier? Ja, maar, hij is op hoor. de huis. Maar ik wist ook niet dat hij zo, want ik heb gelezen dan uh, dat hij dat echt met de drugshand is gekomen. Ja, dat ik wist ook die. niet dat hij met de drugshand ging rond. Dat, dat vind ik gevangenis. ook zo. Kijk, aan de ene kant, ik begrijp. Dat is hun werk, mm -hmm. maar aan de andere kant, als jij. Je moet je voorstellen, je bent een cipier. en je ziet, want de gevangenis is vol met jongeren. De mm -hmm. meeste van de mensen zijn echt jongeren. Echt mijn leeftijd en nog jonger. Snap je wat ik bedoel? Om te weten van als deze jongeren worden gepakt met drugs, krijgen ze extra straf. Ja. Om dan, wanneer die drugshond komt, nog harder en echt die probeert te vinden naar iets like, bro. Er waren momenten, ik, ik slaap altijd in mijn onderbroek, standaard. Snap je? Ja. Er waren momenten, boem, die doen de deur open. Ja, politiecontrole. Ik heb mijn onderbroek aan, ik wil mijn short aandoen, dat mag niet. Oh ja. Ik moet in mijn onderbroek in de gang gaan staan. Dat is ego, hè? Dat is ego like. kapotmaken, hè? Maar ondertussen, ik had al sixpack, dat boeide me niet meer. Ja, <laughs> <genoemd. lacht> strijk. Maar het feit dat jullie zo diep gaan om ja, ja. te. Snap je? Vanwaar normaal... die hatred? Van waar komt dat? Waarom denkt jij, bro? Ze kunnen er. Kijk, er is een bepaald systeem. Dat systeem is zo gebouwd. Jij komt naar de gevangenis. Jij bent hier uh, uh, droevig, depressief mm -hmm. en slecht Het laatste ding dat een sipier van u wilt zien is elke dag een smile op je face. Ja, dat of dat je elke dag de nieuwste setjes van Under Armour laat binnenkomen. <laughs> Snapte White Air Force? Uh. Snapte, ik bedoel, uh, muziek elke dag laat in je cel. Ja, ja, ja. Dit, dat. Jij kookt zelf zonder dat wij dat zien en zo. Dit, dat. Al die kleine dingen. Al die kleine uh, uh, pleziertjes die je ja, ja. hebt, die kunnen daar niet tegen. Zij houden van een doorsnee gevangene die één schoen heeft en de gevangeniskleren uh, zelf draagt en altijd ongelukkig is. Daar houden ze van. Want daar kicken ze op. Dat, dat is de dat reden controle, dat die... controle. Ja. ja, die hebben die controle. Maar als Iemand die heeft opgegeven gewoon. Snapte, dat wil hebben, ja. dat, hebben die, dat hebben die supergraag. Maat, als ik je zeg hoeveel keer dat die shit bij mij hebben gedaan, dat ik zo... Er waren momenten zelfs... Ik en mijn vriendin, ik verlaat bezoekruimte met tranen in mijn ogen. Mm -hmm. Wat is het eerste dat jij zou denken? Oh, Germ die Jong, hè, man. Ja. Weet je <laughs> wat die dachten? Heb je iets bij dat je niet moet bij hebben? Wat? Ja, dat meen je niet, echt. Echt, mijn vriendin ondervragen onderweg naar de deur: van ja, wat is er gebeurd? Heb jij iets aan hem gegeven? Like, oh. bitch, calm the fuck down. Daarom het geen tweeën, hè, het gaan het dat. Waarom ga ik weer? of? Hè? <laughs> als, als ik iets bij heb dat ik niet moet bij hebben, dan zou ik <laughs> toch <te> smilen. <laughs> <Ja. laughs> maar ja, zo'n shit man. Maar ja, dat is wel and, crazy hoor. Ondertussen vind ik ook van dat treint u mentaal. Ja, Dat geeft je geduld ook. Ja. Waarom in de buitenwereld uw haters zijn op internet? Mm -hmm. In de gevangenis, uw haters doen de deur open en geven u eten. Letterlijk. Ja, ja. Snap ja. Zij controleren alles. Letterlijk. Zij controleren u. Ja. Dus als jij met die haat kan omgaan, de rest is niks meer. De rest is niks. Mag ik nog even een bad comment onder een video? Like, bro, no. <laughs> get the fuck out of here. Snap je uh -huh. wat ik bedoel? Like, ik heb al die tijd met haters face to face gesproken. Uh, Ze hebben zeker. beslist wanneer ik uit de gevangenis kwam. Met pijn in hun hart natuurlijk. Maar, snapte? Dus ik vind het allemaal een heel mentaal spelletje. Ja, dat is ook. Dat is de meer reden natuurlijk om, zeker nu als uh, succesvolle artiest. Om... Nu hoeft dat ook eigenlijk niet meer, hè. Let je daar wel op. Ik was er ook uh, lang niet meer mee bezig. En ja. zo, hè. Ja. Was er, ik was er echt, de reden die mij echt opgesloten voor oude feiten van 2017. Ja. Snapte? Dus, dat uh... is wel erg dat, dat je wordt opgesloten dan van wanneer je bekend bent. Ja, maar erg of slim? Ja, hè. Het is nog altijd een spel, niet vergeten. Ja, 100 ah, ja. Erg of slim. Heel slim. Nu, denkt tegelijkertijd dat dat ook wel in je voordeel heeft gewerkt. In de zin van? Dat je even weg zit geweest, dat is een sensatie. Let's, let's, let's be honest. Hè. Een ja. rapper die heel veel, zijn ik gehad. heb heel veel artikelen. Je hebt heel veel artikelen ja. over dat onderwerp gehad. Hè. Zou je niet zeggen dat je groter zit geworden toen je uit jail was en voordat je erin was? Nee. Zo'n beetje de Boosie-effect. Boosie nee? Effect. Nee. heeft dat meegemaakt. Er nee. uh, zijn heel veel. Er ja, zijn veel artiesten die dit hebben meegemaakt. Ja, dat hè. klopt. Maar... Mieke Mel heeft dat een tijdje meegemaakt. Die is ook. Hier in, hier in deze tijdperk waar wij in leven, ik vind dat de luisteraar het boeit de luisteraar eigenlijk niet meer of dat je echt of nep bent. Mm -hmm. Je praat er ook veel. Je praat er ook over ja, muziek. Ja. Het, het boeit. Hun. Bro, Six Nine is nummer 1 gegaan ja. nadat hij werd gereleased. The guy snitched. Yeah. Oh, de guy snitcht. Heeft letterlijk zes man live gegeven. Ja. Twintig jaar geleden <laughs> zou deze onmogelijk hebben bestaan, ja, ja, ja. he? no Onmogelijk. Know. Dat ging onmogelijk hebben bestaan, maar hij flikt het gewoon. Er zijn tot de dag vandaag nog steeds mensen die Six ine luisteren. Ik weet zelfs niet of hij muziek nog uitbrengt, snap nee, De grootste... en, Broer, het feit dat hij nog leeft is eigenlijk al wonderbaarlijk. Is muziek? Ja. Hij ja. pas nu pas onlangs uh, werd hij in elkaar geslagen ja. of zo in de gym ja, de zo. Ja. Maar hoe lang heeft dat geduurd? Echt waar. Nu, dus de, de er, wordt, er is een quote of, of er wordt gezegd door iemand. Uh, vroeger de, de artiesten. Rapten over het cellen uh, van drugs. Nu Gebruik, hoef je gewoon te rap over gebruiken. Ja. Yeah. Dat dus is crazy. Ja, ja. Dus vroeger. selling to a crack of a dope fiend. en nu. being the dope fiend. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Dus dat is een gekke quote. Nobody taking pills. Ja. Uh, Drinking lean. Yeah. As on the future. Ja. <laughs> yeah. uh, yeah. Ziek, ja Ja, maar dat is wel. Uh, ik zou als labelhoofd, als labelhoofd label van een, uh, laten zeggen dat ik een hip-hop label heb. Je hebt van die crazy gedachten. <laughs> als ik, als ik een hip-hop. Maar label hij ziet er maar ook zo'n gest uit die zo crazy gedachten. Wat <laughs> is die fucking crazy asimaatje? Ah Leijon, als ik een label had, een hip-hop label, eerlijk gezegd die 0.2, ik had die daar gezet in de cel. <laughs> Gewoon planted dat shit. Sensatie, sensatie, sensatie. En dan zo kijken naar de cijfers, stijgen ze, stijgen ze, stijgen ze. Nee, maar pas op, zo. Ik, denk dat ik, ik, ik ben er echt van overtuigd dat bepaalde labels bepaalde rappers hebben laten liquideren. Gewoon voor de... Omdat ze hun een voorschot hebben gegeven... In Amerika wil ik dat aan denken. Ja, ja. 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 Er zijn... zijn zo dingen. Ik, ik denk echt wel dat zo'n shit gebeurt gewoon. Zo. Bro, ik geloof dat... Uh, nee. I'm about to say some wild. Maar bedoel je... ver van hier? Zo ver van hier. Bedoel je hier in België? Nee, niet hier in België. Ik bedoel in Amerika. snap je in Night Knight of zo? Ik ben... Ja. Broer, Suge heeft sowieso dingen gedaan. Ja, maar Suge Knight is nog zo... Die mensen het vast. I'm talking about the white people behind. Snap je wat ik bedoel? Daar heb ik het over. De mensen die echt beheren over het geld, niet de mensen die... Een licentie hebben of zo. Je ja, ja, de ja. big bosses. Dus ik praat over de mensen wanneer die een hit sturen. in ain't never coming back. Ja, maar ja, er zijn ja. veel discussies ook over bijvoorbeeld Michael Jackson. Hè. Ja. Want Michael Jackson had de masters van de Beatles, had de masters van zoveel grote. Ik ben blij artiesten. dat je dat zegt, want ik wilde dat er net zeggen, maar dat was like, misschien gelijk geliquideerd A worden, Maar Dan wou dit Michael Jackson voorbeeld Ja. Dan. ja. Ik geloof 100% dat zijn label hem heeft vermoord. Ja, ja want, want als je kijkt, die masters en zo zijn naar Sony gegaan, hè? daarna. Snap je? Dus dat, is, uh, dat kan een masterplay zijn geweest. Uiteindelijk een wereld van, van, van geld we never en miljoenen en miljarden, dat is een heel andere wereld. Ja, dat is, wereld... ja, dat is echt groot geld gewoon. Ja. Hè? En met groot geld komt groot macht, en groot ja. macht, we weten niks. Hè? Ja. Ja, 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 we dat... zijn daar veel te klein voor. Eigenlijk. Natuurlijk, we weten niks. Ja, 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 ja. It's crazy. It's crazy. is crazy. Is ook, 100%. Maar ja, c'est eruit. Yes. En we zijn blij. Ja, ik ook. Ja, het <laughs> gaat genieten van die tijd sinds ik buiten zit. Ja, eigenlijk wel man. Ben, uh, meer aan het genieten dan ervoor misschien ook. Weet je, ik ben meer aan het werken dan ervoor. Hmm. Dat, dat is wel. Ik ben meer aan het werken. Wat dat jullie bijvoorbeeld zeggen van of ik een groter artiest ben voordat ik naar binnen ben gaan of daarna, ik vind dat ik ervoor wel een veel groter artiest was. Snap ja te. Toch? Nu is het meer van. Uh, uh, ik weet niet, nou, I feel like I'm chasing something that I had. Ja, mm -hmm. ah, echt? Ja, ik kan zijn dat het aan mij ligt. Ja, ja. But that's how I feel inside. Ja. Ook zeg maar, door zo'n lang tijd een nummer te zijn, is het raar om in de wereld ineens te beseffen: van, oh, ik ben zogezegd die gest. Ja. Ik zie mijn eigen echt niet als die gest. Snapte wat ik bedoel? I feel, ja, ja, ja. I feel ordinary. Want je was ordinary, hè? Snap je wat? 15 ja, maanden lang ja, ja. was je uh, as ordinary as you can be. Ja, 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 ik was ja. niet nie anders dan de andere persoon. Snapte ja, wat ja, ik bedoel? Ja, ja. Dus dat heeft mij heel hard. Ja, ik was sowieso al een heel. Uh, uh, hoe zou ik het zeggen? Down to earth. Ja, down to earth person. But now it's like, pff, ik zou morgen kunnen opstaan en gewoon gaan werken om zes uur s morgens. je ja, ja. so, like that type of ordinary shit. Dat shit humbled you. Ja, yeah, real, for nu, Ik denk als creatieveling is het belangrijk om niet te veel stuk uh, vast te zitten aan die gedachten. Uh, ik denk als creatieveling is het belangrijk om focus on your craft. Gewoon doen waar je goed in bent, waar je, waar je, altijd, waar je altijd goed in bent geweest. Mm -hmm. En gewoon altijd volle honderd dat doen en the rest will come. Ja, zo ik denk de... ik er ook wel over. Ik vind ook, zeg maar, hoe dat ik me nu voel. In de zin van, I'm chasing something that I had. Het heeft me een bepaalde honger gegeven, dat ik niet meer had voordat ik naar binnen ging. Uh -huh. Voordat ik naar binnen ging, it was like, alles komt gewoon op tafel te liggen. Like, everything is just coming. Uh -huh. En ik had niet meer het gevoel dat ik nog aan het jagen was. Uh -huh. Het was meer van, je zit gewoon op een, op een uh, roltrap en jij blijft gewoon naar boven gaan, terwijl je nauwelijks iets bent aan het doen. Snapt. Uh -huh. En dan nu heb ik meer het gevoel, like, I'm in that work again. Ik ben terug wel echt mijn best aan het doen in muziek. Snap dus dat spurt op die roltrap? Ja, ja. snapte? Nu is dat echt zo... Uh, die roltrap beweegt niet. Ken je al zo, wanneer ja. die roltrap uitstaat? Ja. Je moet zelf... Leg <laughs> like day. Ja, 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 ja. echt leg like day inderdaad. Maar ja. ik, ik heb ook gelezen dat dat een van je voorwaardes was. Muziek maken. Ja. Crazy. Dat was fucking That's crazy. Dat yeah. dus, dus even, uh, uh, even uitleggen. Toen je, toen je uit de gevangenis bent geweest, heb je van de rechter uh, een dus voorwaarde opgelegd gekregen? Want je zit ook met enkelband naar buiten gegaan. Nee, zonder enkelband. Nee, dat is ook mooi. Maar enkel free, bro. <laughs> <laughs> well, ik ga die even laten zien. In <laughs> eerste reclame doen voor de DSM-origine. <laughs> uh, my ankle's free, bro. <laughs> Zeker. Uh, en, maar je hebt, je hebt een voorwaarde gekregen van de rechter mm -hmm. om je bezig te houden met je muziekcarrière. Yes. Hoe, hoe is dat, hoe is dat uh, ontstaan? Dat gesprek zelfs. Um. Eerlijk, ik denk puur gewoon door het werk dat ik al had geleverd voordat ik naar binnen ging. En aangezien dat mij, van het moment dat mijn carrière was ontploft, van 2020, had ik geen nieuwe feiten meer. Dus ik kon echt wel aantonen van oké, okay, I dan mijn shit in de pais, but... mm -hmm. sinds dat ik mijn muziek ben begonnen, snapte? Dat ik heb dat me niet van meer nodig. Ik heb ja. me ervan ja. afgehouden, snap je? Dus ik heb mijn eigen al een beetje. Ik heb met mij. Ik heb vanzelf al afstand genomen. Ja. I don't already need ja. jail to. Om mijn, mijn lesje te leren. Ik heb mijn lesje al geleerd. Uh -huh. Snap je wat ik bedoel? Dus dat al. It's nice. It's crazy. Ja. Ook zo de dag dat ik zeg maar ben gegaan om, 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 om. Want dat is een soort presentatie dat jij echt moet voorbereiden. Om het. Jij weet, als jij naar de gevangenis gaat. Uh, je moet een derde doen. Uh -huh. Maar het is niet na een derde dat die je deur doet en je mag naar huis. Nee, nee jij moet naar je een, jij moet hoor. naar een jury gaan en die jury gaat dan beslissen, snap je? Uh -huh. And there is this look. Als ik weet dat iemand naar mijn muziek luistert, ik kan dat zien aan de look, uh -huh. gewoon hoe dat hij naar mij kijkt. Ik kan zien dat jij luistert naar muziek. Uh -huh. Ik kan het zien. Ik ben, als ik op straat loop en ik zie iemand zo naar mij kijken. Ik weet deze persoon die gaat naar mij komen voor een foto. Ik kan dat zien. Uh -huh. Uh -huh. Dus toen ik daar kwam. Een van die jury had die look in zijn gezicht, dus ik had al zoiets van, hmm. ik ken deze gewoon flikken precies. Uh, this might work. This might work, <laughs> inderdaad. Snap je wat ik bedoel? En hij deed. Dat is wel dik, dus dat was eigenlijk uw idee? De, het idee zelf kwam lang, langs uw kant? Nee. Nee? Ah, oké, okay, dus je hebt gewoon die presentatie gegeven en gezegd van, kijk luister, ja, uh, ik doe die shit niet van, meer, want ja, ik heb mijn muziek. Ja, I'm a good guy. Zoals jullie kunnen zien, pa of kijk de papier. Oké, okay, ik heb mijn uh, paar uh, misstappen gedaan in de gevangenis zelf. But I'm just human. Je mm -hmm. mm -hmm. kunt niet van mij verwachten dat ik perfect ben, Zwaar. anders zou ik hier ook niet zijn. Ja. Snapte. En, uh, en niemand is perfect trouwens. Ja, het is dat. Dus uh, ernstig, ja. Hebben die mij naar buiten gelaten? Dat is wat doop, ja. En ik, vind dat, ik vind dat wel chic van de rechter ook. Ik vind dat ook, ja, 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 ook, ook chic. Want, want die haat die je kreeg in de gevangenis van de Sibiers, ja. kon even goed. Ja. Daar ook zijn, hè? Nee, maar wat de grappigste was, bro, tussen die jury zit ook de directie van uw gevangenis. Ah. En die directie van de gevangenis, die kon hij niet, niet, niet hebben. Nee, dat, ook, als dat was vroeger een of zo. <laughs> als, als ik bij haar kwam, op, uh, op, op die tuchten, zo, die tuchten die je krijgt, is altijd de, de directie die, dat je, die dat je geeft. Bro, ik heb misschien vier maanden lang tucht gezeten of zo. Oh. Hè? Like, en dat is geen bezoek, dat is geen wandeling, dat is niet bellen naar de buitenwereld. Kaar, je krijgt damn. tien minuten per week naar één nummer, mocht je bellen. Tien Tjuj. minuten per week. Dus besef, je spreekt uw vrouw of uw mama tien minuten per week. Nee, okay. Dat is ziek. Snap je wat ja. ik bedoel? Ja, dat is echt ziek. Dus zij zat daar, zij die me altijd verdenkt van alles dat er gebeurt in heel de gevangenis: er kan iets gebeuren op andere paviljoen, het is <laughs> mijn schuld. Zij zat daar en die vroeg aan haar. van. Positief of negatief aan mij. Negatief direct. Oké, okay, jury positief, positief, positief. Kijk ik naar haar. <lacht> <lacht> ik ben zo vertrokken als ik. Like, Zij, Zij was echt de enige die negatief zei. Maar wat het gekste was, deze ah, ja. vrouw voor, die, voor, de, uh, voor de datum van die jury had ze al tegen mij gezegd: jij gaat de gevangenis niet verlaten. Dat is ah, echt ja. zo precies, ja. Wanneer jij de gevangenis verlaat. Die je woorden geldig. heb je gehoord, ja. Kijk, ge... Dus dat ik echt... zei tegen haar, ik zei mevrouw, ik weet dat jij denkt dat jij in macht bent en zo. Ja. Maar er is iemand die boven jouw keuze is. Ik heb het over God. Ja, ja. <laughs> Zij was aan het praten over ambtenaren. Nee. <laughs> <laughs> Als ik ambtenaar. Als ik oké, okay, jij bent echt ver weg. Ja. <laughs> maar ik zei van, wanneer God beslist dat ik uit die deur moet lopen zal ik uit die deur lopen. Of dat dat dit jaar is, volgend jaar, jaar erop. Snap je? Ik vind dat erg, zo'n mensen in zo'n positie zijn, dat die het gevoel hebben dat die een strijd hebben met u. Zelf, die hebben zichzelf in een boxingring gezet met ja. Ja. Die doen dat zelf. In He? hun eigen weer, in hun eigen hoofd. En dan moet ik iets zeggen? Je verdient, je verdient fucking 2000 euro en je zit, je je zit hier aan aan het stellen? Voor wat eigenlijk zit je aan te stellen? Eerlijk, letterlijk. Voor wat zit je aan te stellen? Waarom? Omdat je, omdat je even in een positie hebt gewerkt. Maar, ja, maar, ja. Wat, wat denk je nu dat je de macht over hebt? Over wie denk je? Je hebt de macht niet over één persoon. Of je hebt de macht over niemand. Broer, hij betaalt haar geld, hè? Ja, ja letterlijk. Letterlijk. Dat is, die gedachte maakt me zot, weet je waarom? Dat is eerlijk gezegd ook de gedachtegang die heel veel politieagenten hebben. Ja. He? Ja. Die, dat cowboygedrag die ik, macht niet. Nou, dat raakt echt iets op in mij. Hè. Want die, de, het gevoel wat je krijgt, hè, als zij kijken naar je, ja. ik, ja. ja. ik voel ja. dat. Ik voel dat. Ik voel echt die cowboy. It's more than just your job. Hand ja. on the holster, ja. zo van vriend, chill. Ja. It's not that serious. Ja, ja. Je zit ja. niet, niet, de niet Almighty. Je zit ja. niks. Uh, Meestal van de tijd ook dat ze vaak ook de mensen die thuis niks te zeggen hebben. Ja, ja is ook. Dat is waar. Snap Snapte? Ja, ja. In de buitenwereld ja, zijn die totaal niemand. Dat is waar. Snapte en dan komen die daar en dan hebben die macht. En dan je wil die compenseren, weten. Ja, ik kan, er, weet je, ik kan je ook niet kwalijk nemen. Als je een, als als een jongen van 12 jaar uh, 1000 euro gaat geven, die gaat geen één investering doen. Want klopt. die kan niet met geld omgaan. Mm -hmm. Dus als je iemand macht gaat geven, die niet weet hoe hij met macht moet omgaan, gaat hij er ook misbruik van maken. Klopt. just how life is. Ja, ja klopt. Dus ja, als je het snapt, kun je erop inspelen als je het niet snapt, ja, dan gaat je hun de reactie geven dat ze willen. Mm -hmm. Dat is ook, fact... is ook. Luister, we hebben het over deze zaak allemaal. Hè. Ik moet denken aan eigenlijk een, een heel tragedische gebeurtenis van vandaag. Hè. Dat is waar. Uh, de ja. uitspraak over de reuzengommers, RIP Sanadia, uh, is vandaag uitgesproken. Vandaag is het vrijdag, de, ik weet niet hoeveelste, ze, maar dus dit komt waarschijnlijk pas volgende week zondag online. Dus ik zeg dat voor de kijkers. Mm -hmm. um, Doe het, what the fuck zelfs, ja. Dus niemand, een taakstraf, is een taakstraf van, is. van 200 tot 300 uur. Als die, die niet uitvoeren, 15 dagen zitten en boetes van 400 euro. Is, waar praten we over? Joh? En er is iemand dood, hè? Terwijl mijn neef hier 15 maanden zat. Omdat die... En die ging 7 maanden krijgen voor 0,2 <laughs> gram. gram. Voor 0,2. Maar ja, mijn advocaat kostte waarschijnlijk niet evenveel als die advocaat. Ja, en, die... en uw naam is niet ik... Jonas. Ja. En ik zit niet blank. <laughs> Dat is, dat, is een, dat, is een, dat is een jammer iets hè? Dat is super jammer. Dat is echt. Heb jij die, memes van Antwerpen, Antwerpen, heb jij die memes van Antwerpen dingen gezien? Dat is zoiets gepost. Nee wat? Ik zo doodlach maar echt zo. Richters van uh, de reuzegommers. Ah ja jongens, uh, volgende keer niet meer doen. Het <laughs> <Ja. laughs> Is precies zoiets gebeurd. Ja dat is echt joh. ja. Dat is toch niet serieus bro. Dat is niet serieus. Ja, ja dat kan joh. echt niet. Ja, 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 ja. ja Dat is echt een onderwerp we zijn aan het lachen en zo, maar dat is eigenlijk echt geen onderwerp om mee te lachen. Dit is een onderwerp voor fucking Rodney King toeren. Ja, ja, ja. Dit is een onderwerp voor uh, George Floyd. fucking George Floyd toeren. Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk, is het een onderwerp om op straat voor te komen. Ja. Want, maar wie gaat er op straat komen? Maar dat is het probleem van de Vlamingen, Want de Vlamingen is te braaf. Los van braaf, mm -hmm. like, ik verwacht al nummer één niet dat de white people op straat zouden komen. Ah wel, in deze misschien wel. Ja? In deze denk ik denk Ja, ik, wel. Ik, denk, ik denk in dit, uh, dat is een dit is een gevoelige ja. snelheid. Want dit is, los van white people, is dit elite tegen ja. middenklasse. Voor ja. de white people is dit niet per se white against black. Nee, dit is elite. Dit is elite. Ja. Dit is de elite against Middelbare. the regular. Ja. En daarom, omwille van die reden, denk ik dat dat wel kan gebeuren. Nu, nu, we zeggen dit hè. Maar dat is heel duidelijk white versus black. Hè? Oh, 100%. Want de dude got killed, dat yeah. is een blank. Ik denk dude. als die blank was, ja. 100%. Ja, ja. Ja. Dus wij zeggen, dit, hè? wij zeggen dit, hè? Maar luister, zwart op wit. Het is zwart en wit, hè? Ja, ja, ja. Er zijn twee dingen die ik me afvraag in deze situatie. Uh, zou, zou het oordeel of het vonnis hetzelfde zijn als Sanda niet zwart was? De obvious question. Mm -hmm. En anderzijds, als Sanda wel zwart was, of als Sanda blank was, en dat de reuzegommers donker waren. Bro, was ik dat was We straf al jaren geleden uitgesproken voor vier, vijf vier, geleden, vier jaar geleden. Ja. Ja. Al was dat uitgesproken. Mannen waren al. Ik was u waarschijnlijk zelfs tegengekomen. Ja. <laughs> al bro, hoe is dit? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dat bestaat niet eens, Dat is toch absurd, hè? Dat, dat absurd. vind ik wel mijn social experiment, want daar kun je zo dingen te testen. Ja. Maar dat is te groot. Dat kun je niet testen. Maar ik denk, als we aan een tafel zitten met drie man, ik denk dat we al drie kunnen zeggen. It wouldn't be the same. No. Nee, inderdaad. No. Ik, ik denk dat 90% van de mensen door te zeggen it wouldn't be the same. En dat is fucked up. Dat is fucked up, En ja. dat is fucked up. Ja. Dat er okay. zo'n consensus ja. rond is, dat er duidelijk gewoon iets vuils is gebeurd, snap je? Dat is, dat is niet rechtvaardig. Ja. Ja, rest in peace. Uh, exactly. Zo jong. Nog zoveel. En die namen zijn ook niet ja, bekend ja. He, van die mensen. Ja, nog zoiets. Dus die namen zijn nog niet eens bekend van de daders. He. Je kunt ze zelfs niet gaan opzoeken. Nee, je weet nog niets. Ja. Ook op een job of zo. Als je dat, ja. is gewoon, dat is gewoon. Er is hun gezegd geweest achter closed doors. Hè. Dit, wat hier is gebeurd, gaan we nooit meer over praten. Ja. En leef gewoon je leven. Doofpot. Ja, In een doofpot. We gaan er nooit meer over praten. Zelfs niet met uw vrienden. Dadadadada. Tot er iemand natuurlijk uh, zich verspreekt ergens of zo. Maar zelfs dan, dat is al gebeurd. Justice has, has uh, spoken and has not been served, eigenlijk. Nee, nee, inderdaad. Jammer, zaak. Crazy, crazy. Ja, just another disappointment van het rechtssysteem. Hè? Ja. Nu, ik moet wel zeggen: er zijn ook heel veel comments op Instagram, eh, op Facebook en zo die zeggen: ja, het rechtssysteem in België heeft alweer gefaald en zo. Maar dat vind ik ook een beetje gek. Want mensen willen, dat, mensen willen dat je gaat zitten jarenlang voor een traffic violation soms. Als je gaat kijken in die comments. Snap je? Mm, ja. Dus er is, er ja, is een. een ja. Er is een, een grens die je moet opzoeken daar. Ja, natuurlijk. Maar zo serieus ernstige feiten. Moet je voor zitten. En dan zo voor die silly ass dingen. waarvoor voor 15 maanden heb gezeten, dat vind ik dan. Snaf je 7 maanden extra krijgen voor 0,2. 0,2. <tied> <tied> Ziek ja. <tied> dat vind ik gek. Oh, ik, heb, ik heb mensen gekend die uh, zeven maanden extra heb je gekregen voor een jointje dat die waren aan het sporen. Echt? Ja. Zo ziek. En de gevangenis? In de gevangenis. Dan moet je je voorstellen, je hebt het aan het kijken naar je einddatum. Nee, ga je gaat je einddatum gewoon verschuiven met zeven maanden omdat je oh. een jointje heeft aangeboden op de wendeling. is crazy. Dat is echt crazy. Dus, ja. Ik wist niet dat dat zo fel was. Hè. Ik wist dat er gerookt werd, maar ik wist niet dat die zo streng waren daarop. Ja, die zijn er wel heel streng op. Die zijn er heel streng op. Ziek, ja. Het is erger om zeg maar, terug in een gevangenis te hebben dan buiten de gevangenis. dat nee. is veel erger. Ja. Dat wordt... Dubbel zo gestraft. Oh ja. Ja. En hoe haal Hoe die, die speekseltesten uit of hoe doen die dat? Drugscontroles Gewoon echt of die iets vinden op je? Nee, echt zo, met drugshonden. Ze passeren met drugshonden. Maar ze gaan zitten voor je? Ja, hond gaat in je cel kijken, eten, bla 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 Zes uur morgens op oh. een zaterdag. Oh. De enige dag die je mag uitslapen tot acht uur. Dat is ook iets. Dat is ook om kapot te maken. Dat is ook om kapot ik te ken maken. Die ding, ken die dingen? Ja. ja. God, mijn neef had er net gevraagd uh, of je ge, of ge, of ge meer geniet van het leven sinds eruit bent, je eruit zit. Als ik zijn eruit zit. Ik denk dat ik nog niet op uh, de positie ben om te genieten. Echt. Um, in de gevangenis heb ik veel uh, ingezien wat ik uh, allemaal verkeerd heb gedaan. Zeg maar. mm -hmm. En dan heb ik het zelf niet over strafbare dingen of zo. I'm, I'm talking about normal no life shit. Mm -hmm. Um, en relaties en zo. zo ja, dag. relaties ja. en dit en dat. En uh, band met mijn broers, band mm -hmm. met mijn moeders. En dan ben ik mij meer daarop gaan beginnen focussen. En een beetje gaan zien van stabiliteit opzoeken en zo. Snap je ah. ik bedoel? Like, zoals ik zeg, het leven ging echt snel, 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 snel. Nu... Je bent een beetje matuurder geworden, denk ik. Ja, dan? ook. Nee? Dat, is, dat, is, dat is wel wat de gevangenis met u doet, ah. snap je? Omdat je daar de hele tijd door bent aan het denken. Nu je bent buiten en nu moet je je. Ja, je gedachten moet je gaan waarmaken. Snap je? Ja. Want, uh, je hebt bepaalde dingen die je tracht te bereiken. Nu, moet je, nu is je kans om te bewijzen aan jezelf gewoon: dat hij door is. En je ja, ja. hebt een zware Gucci-Main-transformatie begaan. Ja, ook. Dat was, gij, dat was sowieso al een uh, van mijn. Je zit, zit van hoeveel kilo naar hoeveel gegaan? 132 naar. Uh, <tus> Het, 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 132? Het, ja, 132 hoog ik. <laughs> het dunste dat ik was, was ik 88 kilo. Dat meen je niet, al, ja, Sterk, 80, ja. Nu ben ik al 95. Ik vind mm -hmm. mijn zo wel beter. Mijn moeder vond mij te mager. Ze <laughs> zei dat ik haar bang maakte. <lacht> <lacht> en niet, te staat erin again. <laughs> ja, ja, ja. Snap je? Dus ja. En dat, zit je dan in de gevangenis beginnen te trainen? Ja. Pas in de gevangenis die dat. Dus je bent naar binnen gegaan 132 kilo, je bent ja. naar buiten gegaan. 88. Nee. nee, ja! Dat is wel crazy. Dat is echt een voor. Ja, dat is waar. Nee. Nee. We ja. zijn we zijn twee vet zo. So we dat weten dat, dat het niet makkelijk is. Ik, denk, ik zou ook zitten daarvoor. Ja. Deze, heb ik veel gekregen. Deze heb ik veel gekregen. Ik denk dat sowieso er een paar meisjes zijn. die hun drugsdeelers vrienden gewoon hebben aangegeven bij de flikken. <laughs> nadat hij mijn foto hebben gezien toen ik ah. buiten kwam. Die was like, nou my boyfriend niet to go to jail. That's the key. That's the key. Allee, uh... ja. Ik moet denken, ik, als, uh, ik ben heel mijn leven al een, een fat kid geweest. Hè? Ja. En ik dacht er vroeger aan. Ik dacht, misschien moet ik later gewoon de gevangenis zetten gewoon. en dan kan ik trainen daar, snap je? Wat een rare gedachte. Uh, jullie kennen Ramzi? Ja. ja. Bro, Bro, een dikke rapper, van Ramzi. Ik ben niet aan het liegen. Ik ben bij Ramzi thuis. We zijn um, YouTube-video's aan het kijken. Uh, toevallig die dag, want ik had super lang niet op de weegschaal staan gingen we allemaal op de weegschaal staan. Kook 120 En ik zei nog tegen ik zeg, eerlijk? ik zou wel zo'n zes man de back moeten gaan. Ah, ja. oh, Eén week later. Eén nee, week later krijg ik die brief. Oh, Eén damn, week man. later. Gevaarlijk. Be careful what you wish for. Ja, maar, maar, maar dan geloof ik 100 procent. Wow, ja. Eén week later. I was like what the fuck. Ik ga morgen miljonair zijn. Ik ga morgen miljonair zijn. Okay. <laughs> <laughs> maar, dat is waar. Maar dat is een goed onderwerp, hoor. Ik geloof daar echt in, hè? Ja, ik ook ik, wel. Ik kies daardoor zelfs waar ik naar luister. Mm. Vooral, som, ik merk in mijn muziekkeuze soms bijvoorbeeld ik luister bijvoorbeeld ik luister heel veel naar Low fi Ik ben een heel grote Low fi fan van Jong Zavano. En ik merk zo sommige teksten die ik herhaal, raal, raal, dan denk ik van luister, dat is oh. dat moet ik niet. Dat, <laughs> deze, moet ik niet meer deze wil ik, deze, ik haal die uit mijn afspeellijst. Ja, 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 ja. Want dit wil ik eigenlijk niet. Dat wil ik niet. Uh, Projecteren. Ja. Mat, dat wil ik niet. Ja. Uh, Consumeren gewoon. Ja, ja. ja dat, dat, dat wil ik eigenlijk zelfs ver weghouden. Maar één week, joh. Ja, één week. Sorry, god, één week. Ik kon <laughs> dat zelf ook niet geloven. Dacht ja, je ja, er trek aan of wanneer heb je, wanneer heb je uh, gedacht van mij of zei Ramzi dan? Of, wie zei nee, die? dat? Nee, dat hitte mij direct als hmm. like Ik stuurde ook direct foto naar <laughs> hem. Als ik, bro, is dit een grap? <laughs> Wat type voeders ja. shit you got ja, going on in your house? Footage, bro. <laughs> dat was eng. Dat was echt eng. Dat was echt eng. Maar. Nu, je hebt dat wel waargemaakt. Je hebt ook het positieve kantje dat van het verhaal ik ben, waargemaakt. Ik ben, ben zo'n persoon. Ik zit altijd zo ongewenst druk op mezelf. <laughs> en omdat ik weet. Ik kan er niet tegen om mijn woorden niet na te komen. Hmm. Ja. Dus ik weet. Ik moet het waarmaken. Ik heb geen keus. Ja. En eigenlijk het ging nog vrij snel zo. 130 kilo naar na 88. Was dat ja, snel? Dat ging nog vrij snel. Ik was echt al. Ik had, Na acht maanden had ik mijn eerste verlof. Mm -hmm. Eerste en enigste. Toen was ik al scherp. Ik had al... Ik had, toen, woog ik, toen woog ik 95 zelfs. Ja. Yeah. No, 98. 98, zo. Maar toen was ik al vrij scherp. Dus uh, dat ging wel vrij snel. Bro, het is al heel... Mentale, yeah, ja. Yeah. Maar ook, het voordeel is aan de gevangenis, als je iets niet bestelt, dan heb je dat niet. Mm -hmm. uh. hier, als je, hier in de buitenwereld, ja, je hebt honger. Mm. Je passeert vier McDonald's. Ja. <much> Bij de vijfde had je toch afslagen. Ja, 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 ja. Snapte Daar is dat niet. En Als... je hebt de tijd daar. En het is goed om een goal te hebben ook daar. Snapte jij... je dat niet? In de fitness-geholpen je Ja, maar pff, ik, altijd, ik werd altijd van die fitnessles gekikt. Jongens, ze zagen echt van deze jongen houdt echt van fitnessen. Dus elke keer dat ik je, je kreeg, was mijn straf ook van uit de fitnessles. En dan moest ik zo een maand wachten om mij opnieuw in te schrijven. Ja. En dan duurt dat weer twee weken voordat je er definitief op staat. Op het internet had ik zoiets van: fuck die fitness, jongen, kan ga gewoon pompen in mijn cel. Die hadden toch maar drie attributen of zo. Oké. Okay. Snap je dat? Nou, zo. Zoveel haal ik toch niet uit die fitness. Nee. Dat was gewoon voor mij even uit de cel zijn. Met de rest van de boys even in de gym. Maar tuurlijk. Buiten daar heeft ook niet uh, uh. veel geholpen. Voetbal heeft veel geholpen. Ja, in, in de ah, drie. Ah, okay. snap je. Veel voetballen. Uh, in de cel pompen, soms pompt het duizend keer of zo. Hè. Nee, dus voor niks ook, hè? Ja, 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 ja. <laughs> voor niks. Hè. Echt gewoon zien hoeveel keer ik zou kunnen pompen op een dag, snap je? Dus ja. Maar dat is toch crazy als je erover nadenkt, joh? Want dit komt eigenlijk allemaal voort uit het feit dat je gewoon geen andere stimulatie hebt. Hè? Ja, je hebt geen ja. afleiding. Je hebt geen afleiding. er is niks afleiding. anders, je hebt je GSM niet, je hebt uw dinges, niet. Ja. je dingetjes niet, je hebt geen TV, je hebt geen PlayStation, weet ik veel. Dus je begint gewoon andere dingen te doen. Je ja. begint dingen te herontdekken, letterlijk. Ja, klopt, klopt. Man, weet je. <laughs> Weet je de eerste keer. Want je ziet jezelf niet vermageren. Uh -huh. Je ziet je elke dag. Je hebt alleen zo'n spiegel bij de Lavabo. Ah, dus ook nog. Ja. Dat is maar tot hier. Dus als ik mijn lichaam wou zien, moest ik zo op een stoel staan. Maar dan zie ik al de bovenste deel niet meer. je? Nee, ja, ja, ja. Dus op het moment dat ik echt wist van... ik ben vermagerd ben, ging ik op de wc zitten. En mijn kont paste volledig in die gatje. I <tot> was <van> like shit. <laughs> We made it. <laughs> ik zweer het. U bent kwist. Ik had ik had wel cipiers die voor mij zeiden van ah je hebt dat vermagerd, Maar ik zeg het niet echt. Uh. Snapte ik liet mijn vrouwtje ook voor mij altijd kleren kopen die te klein waren. dat uh, -e? is slim. Dat is ook een tactiek. En dan ging ik, wanneer ik daarin inpas wist ik van oké okay, ik ben vermagerd. Snapte ik uh. doe? Want ik kon het zelf niet kon Dat is ook. Kijk, ik wel een kleine frustratie. Kijk, wat een, wat een frustratie, wat eigenlijk zo klein is, maar toch ergens. Je kunt nog niet kijken in de fucking spiegel. Ja. Ja. Je kunt jezelf nog niet zien van top tot teen in de spiegel. That's crazy. De ja. eerste keer dat ik me eigen van top tot teen had gezien was na acht maanden. Toen ik buiten ja. kwam van mijn verlof na acht maanden, was ik like, damn, I like skinny. <laughs> I never had skinny legs before in my life. Ja. Ik ben ook gewoon zoals jij zegt, ik ben altijd chubby geweest. Ja. Wow. heel lang ja, ben ja, heel ja. lang chubby geweest, dus voor mij was dat ook heel nice man. Ook je, het voelt alsof je een nieuw leven hebt man. Je kunt ja. veel meer. Je, je beweegt sneller ook hè. Je beweegt sneller, ja. langer. Ik weet het, ja, ja, dat. Is echt, <laughs> ja. Dus ja. Ja. Dat is nice bro. Maar als jullie ooit training willen, ik kan jullie echt, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, naar jail brengen of <laughs> <laughs> verkeerde adres bij mij. Hè? <laughs> ik heb jullie zo die kleine tactiekjes geschreven die jullie echt gaan helpen. Het is crazy. Er zijn een paar dingen die je gewoon niet meer mag... Zijn? Nee, ik zeg precies uh, Picasso. Huh? Kon gewoon. Dat kan <laughs> Dat is hier zijn gebuurt, hè. Maar ja, kleine dingen is gewoon. Brood. Vermijden. Ja, brood vermijden. Frisdrank fris vermijden. Saus. saus een heel ja. belangrijke Vaarlijke saus. saus. Curryketchup mag je nog. Dat is waar. Dat was de enige saus die ik had. Curryketchup. Ja. Dat is ook nog lekker. Hm? Ja. Dat is toch suiker niet? Ja, maar dat is niet zo erg als een mayo of zo. Nee, ja, ja. Snap je ja, Het is vet anders. Uit, ja, ja, ja. Curryketchup ja. ja. ja, 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 ja. eet ik alleen maar. Maar ook ja, één keer per week wanneer we frietjes kregen. Snap je? Ja. ja het Weet ja. je hoe je dat deed toen ik aan fitness was vroeger? Als ik op mee te wou letten, om dan saus te vermijden. Als ik iets maakte, ik zorgde gewoon dat ik dat vol gooide met kruiden. Maar mm. echt vol kruiden. Zodat je... Ja, toch smaak hebt. Ja. ja, die ja, ja, ja. kruiden waren eigenlijk mijn saus. Ja, 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 maar dan ja, ja. zonder de vet. Ja, ja, ja. Zo de reden. Was een, ik was een lange tijd op ja, die, die, die rijstwafels. Zeker, maar je, je. Die bevatten ah, heel ja. weinig calorieën. Ja. Ja. Dus wat deed ik dan? Ik de go-to snack. Pakken, en ik ging die zo plitten dat dat zo klein werd. En dan maakte ik een sausje zo. En dan deed ik dat zo op die rijstwafel. En dan had ik dat alsof dat gewoon rijst was. Ja. En <laughs> snapte, ah, en ja. Dat heeft me ook uh, superveel geholpen. Ja, ja, zeker. Klein tactiek. Dat is waar. Dat is gewoon om jezelf te fappen eigenlijk. Ja, maar. En dag. Het is eten. Je maakt het vol. is ook. Ja. Maar let's talk about your music, Freddy. Um, cool. je, hebt, je hebt ook je hebt een paar dikke collabs. ook, hè? Uh, We hadden het er net al over dikke et Wat Was ook gezegd dat je. U... Welke vond je de fijnste collab? Of van welke resultaat zit je het meest tevreden? Laat me dat vragen. Meest tevreden? Ja. <laughs> Sowieso die van Zwangere. Welke? Ik uh, denk die 32 bars. Ja. Gewoon om zo. Schrijf. Kijk, de trek was er al. Want mm -hmm. hij heeft eigenlijk de remix gedaan. Ik heb geen nieuwe verse gedaan of okay. zo. Ik heb hem gewoon de, de beat gestuurd. Hij heeft een extra verse gedaan. Maar de like, chemistry die ervan kwam, hoe hij mij stuurde, stuurde mij ook uit niks. Ja. Ik wist ook zeg maar, niet wie Zwanger was voordat hij op 32 okay. bar sprong. Snap je ja. dat? Dus, en dat was jullie eerste clip dan ook? Ja, okay. daarvoor spraken wij ook niet echt. Ja. Wij volgden elkaar wel, maar wij spraken niet met elkaar. Ja. Ja. Dus ik heb Zwenger voor de eerste keer horen rappen. Op die 32 baars. Yeah. Vergeef me als ik dit zeg, maar ik ben zo heel small-minded, dus ik ga vanuit van. A white guy ain't going out rap me. <laughs> yeah. Dus ik ben daar, ik krijg die spoor, alleen ik, ik krijg zijn mail binnen met zijn trek. Ik hoor die man rappen, I was like, what the fuck. <laughs> kijk, naar mijn, kijk naar mijn vriend die erbij zit, was like, bro. <laughs> Ik denk, ik moet een nieuw verse gaan opnemen. <laughs> <laughs> dat is echt crazy. En toen pas ben ik zijn muziek gaan luisteren en ben ik gaan okay, beseffen ja, van... Ja. Deze man is eigenlijk fucking hard. Is dat is ook een toch? bekend fenomeen ook in hip-hop. Als je, als je een, een verse krijgt, uh, dat als jij moet gaan nadenken om je verse te gaan veranderen, ja. dan... Uh, ja, 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 ja. is er iets. Hij, hij kwam echt. Hij kwam <laughs> echt. Huh ik kwam echt hard. Dus ik zeg dat ook, niet aankomen gewoon. Dus ik zeg dat, dus dat niet aankomen. Ja, eerlijk, als je naar hem kijkt, als je geen muziek van hem kijkt, en je ziet zwanger regie luisteren. ik denk niet dat iemand verwacht ja. dat hij kan rappen, dat hij ja. kan spitten. En zeker niet mij ging oud rappen, snap je ik Dat heb ik echt niet zien aankomen. Ook nog. He is his thing, he did thing, ja. En sindsdien ook gewoon, like, ik was ook zo in geen positie van onderhandelen, als was like, als je op de remix wilt springen, moet je een clip mee maken. <laughs> Gewoon aan het proberen. Snap je wie weet wat ik eruit halen. Ik was like, cool, geen probleem. Bam, waar moet ik zijn? Papa, Dat is crazy, ja, man. Dat is gek eigenlijk, dat is hè? eigenlijk. voor iemand van zijn, van zijn statuut ook. Komt dat hij niet, komt jij niet bro. Ik ben al negen jaar in de muziekwereld. Komt jij niet tegen. Maar ik heb dat al vaker gehoord van Zwangere Dat hij ja. die... echt een gunner is. Ja. Hij is Sowieso. ook een genk aan chillen, hè? Ja. Met die man. met die man ja, ja, van je, hier. Ik vergelijk hem altijd met Drake in, 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 in de ja. zin van. Dreik doet dat ook. Dreik staat ook, ook op een bepaald niveau, maar nog steeds kijkt hij wel omlaag van, hey, jouw muziek viel ik wel. Kom maar gaan samen. Die gunt ook, echt. Ja, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Versace met, Mido, met ja, Migos, met Migos, Migos was niemand. Dat, ja. dat is hun eerste. Dat is eerste. Ja. Of die block dat boy. Is. Die block boy. Ja, JB ja, block boy. JB block boy. Ja. er zo veel ze. Zijn er zijn heel veel artiesten ze, zo. Ja. heel veel. Met bijvoorbeeld I Love Macaon, uh, ja, Tuesday. Snapte? Uh, dat zijn er. Ja. Nu, dat is ook een. Je zou ook kunnen zeggen uh, dat dat een tactiek is. Hè? Om, om zichzelf relevant te houden. Om zichzelf relevant te houden. Ja, maar ik was niet zo relevant toen. Ja. Mm. Dat is het ding. Ah. Zo relevant was ik niet. Mm -hmm. Dan zou hij eerder gaan naar een Shardy of zo. Ja. ja. Snapte wat ik bedoel? Mm. Shardy was veel relevanter toen. Ja. Snapte? Dus ja, ik weet niet. En ook, hij is niet per se iemand die. Uh, allez, ik wil niet voor hem praten of zo, maar hij is niet per se iemand. Uh, um. Hij moet je wel ook voelen als persoon waar mm -hmm. je voor staat, mm -hmm. ook ja. hij kan niet zomaar met mensen in de studio springen en zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus uh, ja, sinds die dag echt, pff, hij is ook een soort leerkracht geweest voor mij. Ik dat hij dat doet, dat hij mijn position in Mijn merchandise bijvoorbeeld, hij was de persoon die mij de idee heeft gegeven: van bro, jij zou dat kunnen die merchandise. Dit I was like Doop. bro, ain't nobody buying clothes with my name on it. Say try Snapte, Aans had je het, het was een succes, snapte wat ik bedoel. Nice. Veel aan ja. hem te bedenken, veel aan hem te bedenken. En ook het feit dat hij gives you game without like, iets terug voor vragen. Ja. Andere ja. mensen gaan er altijd terug voor vragen. Die gaan altijd. Hey, weet jij nog, ik heb deze voor je gedaan? <laughs> nu moet jij deze voor mij doen. Snap je? Dat is yes. nooit zo bij hem geweest? Dat is dope. So ja, I appreciate dat is gek, wel. Ja, zo weet ja, het ja, een real gek. one is. Ja. Dat is dope. Echt, echt echt weinig zo van in de muziek zien weinig, weinig ja dat geloof ik weinig. Ja. ik heb u ook, ik heb op uh, op uh, platform.be heb ik gezien dat je was aan het, kla Ay, niet aan het klagen maar dat je was aan het zeggen Juist. dat nadat je uit de gevangenis bent geweest dat je een beetje werd geblijkbald door andere artiesten ja op uw manier hè maar ja. <laughs> je zei dat ongeveer ja, ik zei dat. ik heb het wel heel mooi verwoord <laughs> <laughs> maar ja inderdaad die, die, die gevoel heb ik wel Bro, is het echt gebeurd dat, dat een rapper heeft gezegd van... Bro, ga niet met je samenwerken, vriend. Laat mij hier niet fire gooien. want <laughs> dat kan toch niet, hoor. Maar dat vind ik ook wel gek. Ik vind dat echt gek, broer, ja. Ik vind dat ook gek. Ik zou ook graag een FT willen met Freddy Konings. <laughs> Freddy featuring Freddy. Van mij, als dat kon. Uh, de, je, je, je zegt, hè. Dat ging echt een battle, zijn in de studio. <laughs> hey, what you writing, bro? echt, uh, Seth zegt uh, een liedje. Uh. Zegt, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben jaloers op die mannen. Je moet me goed begrijpen. Ik zou ook naar mezelf willen kijken. Ja, uh, ja. Man, maar ja. Drake zijn, is ook een bar. Is, ja. Er zijn er veel. Maar, bro, aan de andere kant. Hè, ik ben die persoon. Ik heb zo'n shit nodig. Om scherp te blijven. Ja. Ik heb, ik heb, ik heb ja. Uh -huh. een beetje anger nodig. Ja. <laughs> en als er te veel liefde rondom mij is, ik ga niet presteren. Ik heb druk nodig. Ik, heb, ah, ik kan niet wachten tot ik terug daar ben. I'm mijn shit on you. Ja, snap je? Ja, ja. I niet that. Als ik dat niet heb, ik word flauw. Ja, snap, snap je wat ik bedoel? Dat houdt je hongerig gewoon. Ja, dat ja. houdt mij hongerig. Daarom zeg ik, daarom zeg ik, van, ik voel mij terug zo... Alsof ik iets ben aan het chase, want dat is die gevoel dat die okay. mij hebben gegeven, snapte je wat ik bedoel? Which is actually a good thing, hè? Eh? Ja, so. eigenlijk wel. Voor de voor de luisteraars. De luisteraars yeah. bro, ik ga normaal gezien eind juni mm -hmm. een album uitbrengen, sinds dat ik vrij ben. Mm -hmm. Bro, ik ga lawaai maken. Eind juni. Ik ga lawaai maken, bro. Sorry, I sorry. promise you, bro. Lawaai. En wee, oh, yo, yo. De dag dat er uitkomt, bro. Als, hier, als mensen dachten dat ik vroeger arrogant was. <laughs> die gaan dat woord in een woordenboek herspellen. Maar ja. <laughs> 30 juni. Want ik ga echt kijken op mensen. Ik ga, bro, er zijn mensen geweest die ik heb gebeld vanuit de gevangenis. Om te vragen, bro, wil je op mijn album komen? I'm trying to release this shit. I'm putting my own money on it. I ain't got no label with me right now. Like, I need a verse. Ja. Mensen waarvoor ik ook verses heb gedaan toen dat die niemand waren. You understand what I'm saying? Mm -hmm. En hun antwoord was nee. Dat denk je niet, ja. broer, uh, ik heb binnenkort een album die zelf uitkomt, dus ik wil geen FT's maken. Teta, teta. En dan krijg ik een nieuwe USB van mijn vriendin binnen zie ik die gast met andere rappers FT's maken. Oeh. Zo vies is die game. Gewoon. Snap je? Zo, ja. so, Langs mijn kant, ik heb gewoon zoiets van. Ik heb sowieso altijd op mezelf gerekend om Aha. shit te doen. Ondertand. Snap je? En daarom ben ik altijd zo. Ik extra blij wanneer mijn shit werkt omdat ik weet, Apor in dat. Mooi. is fully in house. Ja, yeah. ik, ik moet niemand zijn deel geven. Nah. Ik ben niemand iets schuldig. is all me. Yeah. Snapte wat ik doe? Ik kan u helpen om mm. u te dingen. Ik ga ook niks terugvragen. Maar wanneer ik mijn shit doe, I like it being all me. Mm. Snapte wat ik bedoel? Zo. So, zoals ik zeg, ik ben niet boos, ik ben gefrustreerd. Yeah. <laughs> Dus ik vind, dat, ik, vind dat jammer, ik vind dat jammer voor, voor de music game. It is. Ik vind dat ook jammer. Want, want dat is. What elevations, Dat is wat elevates. Yeah. Is what elevates uh -huh. Niet u of hem. Dat is wat elevates de culture. De culture. Uh -huh. Maar ja. Broer, een simpel voorbeeld. Die XXL-cijfers en zo. Toch, nee, dat, dat is toch. Dat is de shit. Ja, ja. Dat was de shit. Nu tegenwoordig wat minder. Maar dat was, ja. dat was de shit. Ja. was vroeger super hard, hoor. Ja, ja, die ja. freshman-cijfers ja, en ja, zo. Broer, ja, 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 fucking BAT dope. Ciphers, ja, ja dat is echt. En er kwamen zelfs soms rappers die elkaar niet mogen, mm -hmm. nog steeds gewoon hun ding. Bijvoorbeeld, rap hem dan? Ja, Codec Black had bijvoorbeeld Beef Lil mm -hmm. Toen die die ah. freshmen gingen doen. Maar ja, ja. dat was still out there, you know what I'm saying? was goed. Ja. Codec, uh. mm -hmm. <laughs> Maar ik vind dat jammer. Ik vind ook, ik vind ook jammer dat er een. Ik heb de indruk dat er in Vlaanderen. Want er is een tijd geweest dat er bijvoorbeeld in de, in de hip wereld dat er heel veel hiphopartiesten collaborations hebben gehad met zo pop- of R&B-artists die al bekend waren, wat hiphop eigenlijk ook heel fel uit de grond heeft gestampt. Mm -hmm. Maar ook die artiest heeft geholpen. Mm -hmm. Ik heb nogal een voorbeeld gebru gebruikt, bijvoorbeeld een J.Lo featuring Lil Wayne. Mm -hmm. ja, de, die liedjes, of een Katy Perry featuring Snoop Dogg. Mm -hmm. ja, ik vind dat ik vind dat ook niet genoeg gebeurt. Ja. Is dat omdat, omdat zij dat niet willen, of is dat... Ik, en ik begrijp niet waarom dat, dat niet genoeg gebeurt. Ik kan u daar niet per se een antwoord op geven. You know? Ik denk dat dat. Ja, in België, in België heb ik het gevoel: iedereen is echt meer van. Ah, dit is van mij en ik deel het echt niet graag. Ja. Maar ik zou dat het wel zo delen over. met iemand uit Nederland. Hmm. want dat is een nieuwe markt. Mm. Maar ik zal dat niet delen met Freddy koning zot, straks, straks, straks pakt hij mijn fans af, snap je wat ik Was bedoel? Gek, dus wat van mij is, is van mij, en wat van hem is, wil ik wel, maar ik ga er niet om vragen. Snap je ja. wat ik bedoel? Zo, die type vibe, snap je? Zo, in België is dat wel iets. In Nederland gebeurt dat juist wel. Ja. Jij ziet bijvoorbeeld, jij ziet bijvoorbeeld een, een Kevin met een Jade Lauren mm -hmm. tracks maken, of een Knecht. Joe met een, uh, ja. een, een uh, Stef London. Ja. Ja. Ja, Joe heeft tracks met Stef London, snap je? Mm -hmm. like, Nederlands, Nederlands echt... Maar die doen dat, maar dat ja. elevates hun culture. Ja. Klopt, klopt. Hoeveel tracks, hoeveel tracks pompen wij uh, broederliefde en Ronnie Flex de samen. Dat ja. Is nice. Sick, oh, ja, ja, ja. In België. Dat is niet, dat gebeurt niet genoeg. Dat gebeurt niet genoeg. Dat en ik geloof niet. dat er een paar barriers moeten breken voordat dat kan gedaan worden. Maar uiteindelijk moet dat punt bereikt worden mm -hmm. voor die, om, om dat succes in België te krijgen, zoals in Nederland. Is om hem op groter te maken hier gewoon hè? Ja. ja. Want we ja, hoeven ja. niet altijd te kijken naar daar. Ja. Zou je zeggen... Zou je zeggen heb, je, heb je ook al kritiek gekregen omdat je zei dat je uh, een beetje moest articuleren? Mm -hmm. Is er ook gezegd tegen u ze van... Freddy, kunt je Nederlands accentje? Bro, <laughs> zoveel. Echt? Is er <laughs> zoveel. zoveel. En eerlijk, als ik dat had gedaan, uh -huh. was ik superpapin geweest. Uh -huh. Sowieso. Uh -huh. Maar ik ging ik kan, ik kan niet kunnen slapen met mezelf. Nou, oh, ik niet meer Dan ja. zat ik hier van, uh, ja jongens, uh, je weet het. Uh. <laughs> Moet ik hier één uur lang een Hollandse accent nadoen dat ik niet ken? Want jij ja, en een, een villain in dat type fake fakeness. Ja, ja. Ik hou van, bro, blijf u zelf. Het is als voetbal. Alle Afrikaanse spelers gaan bij een Europese land spelen. Uh -huh. Maar als alle Afrikaanse spelers bij hun eigen land waren gebleven, bro, World Cup. Luister. Ja, ja, ja. De <laughs> World Cup ging altijd van een Afrikaanse land zijn, hè bro. Ja, ja, maar ja, zo. nu heb je nu de enigste spelers die voor hun eigen land kiezen, en diegenen die bij de Europese plekken niet werden geaccepteerd. Snapte je ja. wat ik bedoel? Ja. Wat zou een België zijn zonder allochtonen? Ja. Nul. Uh, uh. Snapte? En Dan hebben we het niet enkel voor Duitsland. <laughs> dan zou België letterlijk niet, niet bestaan, hè? want België ja. is een fusieland geweest van allochtonen. Als je dan naar Duitsland, Frankrijk gaat kijken. Wat zou Frankrijk zijn zonder allochtonen, bro? Nee, ja. <laughs> ja, ja. Zouden ja. die een ploeg hebben? <laughs> ge zouden zoude geen ploeg hebben? Geen muziek? Geen eetcultuur? Hmm. Uh, 100%. Dus, er zijn zoveel dingen die, die zouden ontbreken. Griezmann ging daar alleen staan. Zodat hij ging zo ging. Dus ja. Zo zie ik het. En eerlijk, hoe meer mensen... Kijk, ik gun het iedereen. Hè. Ik gun iedereen... Uh, uh, de financiële mogelijkheid om zijn familie te kunnen steunen, om zijn dromen waar te maken. Ik gun het hun allemaal. Maar persoonlijk, ik vind het jammer dat we allemaal ons eigen land de rug toekeren. Mm -hmm. Want wij zagen allemaal over hier is geen hip-hop-community en hier is geen dit en hier is geen dat. Maar tegelijkertijd, ja, bro, als de eerste, de beste direct vertrekt, up, ja, up, ook op de boot, up, up, bro, wanneer gaat die cultuur hier dan ooit komen als iedereen toch naar de andere cultuur wilt? Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Dat vind ik persoonlijk jammer, snap je? Ik vind de reden. Dat is ding. ook zo. En dat is vooral het geval voor Afrika. Voor het continent Afrika. Ja, ja. Want ja. dat is niet enkel met voetbal of met sport zo. Ik niet met Veel dingen. Basketbal bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja, ja, maar dat is niet de NBA sport, is zo. letterlijk Afrika. Afrika. <laughs> ja. Ja. Maar dat is, dat is niet enkel bij sport, hè. maar dat wordt ook vaker. Hè. Wat Icahn doet hè, is fucking crazy. Dat is, ja. dat, is, dat is beautiful. Hoezo is hij de eerste die, die zo'n dingen doet? Hoezo is hij de eerste rapper die geld maakt in Afrika? Ja. En ook promoten dat is, dat is toch... om naar Afrika te ja, gaan. Ja, 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 ja. Wat <laughs> ja. doen we eraan, bro? Wat doen we eraan? Ja. Nu, ik snap ook dat, dat, ja. ja. ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Ja. Maar als je gewoon even nuchter moet bekijken. En... dan is dat, de beste. <laughs> dat is het beste. het beste wat je kunt doen. Inderdaad. Dat is eigenlijk dus het beste wat je kunt daarom, doen. Daarom denk ik ook zeg. ik kan die mannen ook niet kwalijk nemen of zo. Like, ja. Ik kan hen ook niet kwalijk nemen. Ik kun je nog toen. Ik net mijn contract had getekend bij Topnotch en ze vroegen aan mij een lijst met uh, uh, rappers waarmee ik graag zou samenwerken en ik zei voor hun van ik wil niet per se met Hollandse rappers <laughs> samenwerken. Waarom zou ik dat doen? En iedereen was This guy is sick. Yeah. <laughs> Snapte? Burn that contract. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar ik weet niet. Ik had altijd gewoon de droom om echt zo groot te zijn in België ja. dat ik zo overwaai. Ja, ja. ja. ja, ja dat, dat, is, dat is op Snap ja, Snapte? Een ja. 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 zwaangeregie heeft niet per se, zeg maar, treks gemaakt met Hollandse artiesten om daar in te raken. Zijn naam werd hier gewoon te veel gebruikt. En dat is ja. een andere manier van bij u binnenkomen thuis. Ja. Snapte? Ja. Ik ben uitgenodigd zo. Dat is waar. Ja, ja. ja. ik, ja. ik ben niet zelf komen aankloppen van hé. Hey, Can I come in? Yeah. Can I come in, snap je ja. wat ik bedoel? Dat vind ik veel leuker. Zalbar. Dan dat ik mijn eigen daar weer moet gaan voorstellen, bro. Ik ben 26, ik ben aan het denken aan kinderen. Ik heb geen zin meer om eigenlijk voor te stellen voor het publiek. Ja. Snap je? Dus ja. Dat is wel een goede gedachte. Ja, 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 honderd ja. ik, ik vind dat een zware, authentieke gedachte. Ja, en dat is een uitdagende gedachte. Ja. Ja, mensen hè? gaan Zeker. graag die uitdaging niet aan. Ja. Ik ben die persoon die graag uitdagingen aangaat. Dat merk ja. ik. Ja, 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 ja zeker. zeker. Je, zei, je had het over topnotch. Maar je had, je had ook gezegd dat je. Uh, independent bent. Ben. Ja. Dus je was bij topnotch, maar niet meer. Ja. Wat is daar, was daar misgegaan? Er is niks misgegaan. Ik heb getekend voor twee albums. Ik heb twee albums ingeleverd. Uh, ja, is op, hè. En, en, de is open. De deals is rond. Heb, je, heb jij de keuze gemaakt om niet verder te gaan? Of wat hebben zij gezegd? Uh, ik ging naar de gevangenis, bro. Dus uh, <laughs> ik kon niet echt muziek uitbrengen. De ja. overheid heeft gezegd, het is gedaan. Hè. De <laughs> overheid. Aanhouder vindt niemand anders. Nee. <laughs> dus ja. Maar ja, nu dat ik terug ben, heb ik ook zoiets van. Uh, ik hou, zoals ik zeg, ik hou niet echt van rekenen op mensen. Ik hou echt mm. van weten van. Ik kan door Sherlock Palmer zelf. Daar zit uiteindelijk het grof geld. Uh -huh. Uh -huh. Snap je? Dus ik hou wel echt van dingen zelf doen. Snap je wat ik bedoel? En ik geef toe: op momenten dat is moeilijk, want je steekt je eigen geld erin. Je hebt de hele tijd je eigen geld in je, in je eigen uh, 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 shit aan het pompen. En dat is te. eigenlijk een risico ook, hè? Ja, er zit een risico in. En wetende van mij, ik ben niet zo scherp op alles. Ja. In één ik... keer dat je business, een business aan het runnen eigenlijk. Ja, tegelijkertijd. Jij bent, en je moet veel shit doen tegelijk. Bro, ik moet. Uh, Man van Spotify sturen, ik moet uh, mijn artwork regelen, ik moet mijn mix en master, ik moet de uh, originele versie krijgen, ik moet de beatmaker gaan betalen, ik moet de uh, filmmaker ja. gaan connecten, ik moet ja. een plan maken met hem. Plan maken. met... Bro, en dit is enkel de muziek, hè? Je heb nog niet over de marketing nog niet, ja, ja. hè? Besef. Je ja. hebt al zes dingen off the top. En ook veel sneller. Snapte? Ja. En dan pff, zeker aan de daarom. Soms. Ik heb ook zo'n moment dat ik soms gewoon vliegtuigmodus, donkere kamer. Even ademen. Ja, ja. En dan morgen weer wekker worden, bam, we gaan er weer voor, snapte wat ja, 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 zeker. Maar ik weet wel, uh, in de toekomst zal dat mij wel uh, beter uitkomen, zeg maar. Ja. Snapte? Ik sluit een deal sowieso niet uit. Het is niet als nee. dat je top notch morgen komt, ja, Vrede Konings, 100 k, dat ik mijn geld niet ga gooien. <lacht> <lacht> ik ga direct tekenen, gooi die pen op me. Snap je, ik maar uh, ik geloof wel echt, ik geloof zeg maar in je eigen pad hebben. En wie er op die pad komt, leuk en wel. Maar je wel altijd je eigen weg. Ja. Mm. Iemand die voor niks staat, kan met iedereen meegaan. Snap je? Ik wil wel voor iets staan. Snap je? Tuurlijk. Dat is het ding. Dus ja. Nee, ik, denk dat dat u, ik denk dat die gedachte je verder gaat brengen. Eerlijk gezegd. Ja, ik hoop het. Ik hoop het ook voor u. Ja, ik hoop het ook voor mezelf. Ik ja, <laughs> geniet het u in ieder geval, ja. sowieso. Het heeft, het heeft me al behoorlijk ver gebracht. Het heeft me ja. al verder gebracht dan dat ik ooit heb gedacht. Ik heb nooit in mijn wildste dromen kunnen denken: van ik zou elke dag gewoon kunnen slapen en geld kunnen maken van muziek. Ja, dat is gek, hè. Was, was ook eens als je geen rapper was geweest? Denkt je? Nee. Een langere aan het uitziet te wassen. Dat is een dat is, dat is, dat is, dat is van die hier ook. Ik weet van. Er is niet per se een andere optie. Bro, ja. ik kan niet in de voetblocker werken of zo. Ja, dat snap ik. Of in de Carrefour of zo. Erin oh. gewoon happen, bro. Like... Jawel. Ik zou wel Carrefour werken, ja. <laughs> of uh, Decathlon of zo. Weet je, met JD Sports, nee? JD Sports. Ja. <laughs> Sport direct. <Voilà. laughs> ik zie mijn eigen daar al rondlopen, ja, ja zeker. <laughs> maar ja. Dus... ik begrijp dat zeker als je. Zeker. Uh, je zet je eigen baas, hè? Ja. Je zet je, je eigen baas. Je zet je eigen business aan het runnen. Bent, uh, je kunt je creativiteit de vrije loop laten gaan. Ja. Dat zijn wat die, die, job, die jobs die je net allemaal hebt genoemd, hebben dat allemaal niet. Je ja. zet mm -hmm. daar ook een number. Je zit ook ordinary. ordinary. Want dat is jammer om te zeggen, want er zijn mensen die aan het luisteren zijn, die daar zijn aan het werken. Maar ik vind daar niks mis mee. Maar de, nee, om dat ordinary is ook zo. Ja. Snapt I'm just not born for that. Ja, mm -hmm. ja. Snapt mm het? -hmm. De, like, de traject die ik heb. Ach, bro, ik ben. Ik ben geboren tijdens de oorlog. Het feit dat ik al in België levens ben geraakt, is al niet ordinair. Want je zit van, van Liberia. Ja, yeah. yeah. ik ben tijdens de burgeroorlog geboren. Daar. Daar. Snapte? Okay, like, ik ging echt slapen en jij hoort gehoord, worden geschoten buiten. Snapte? Yeah. Like, jij kijkt uit je raam, jij ziet lichamen op de zijkant van de weg. Hmm. Ik kom vandaar. Dus het feit dat ik naar België ben gekomen, Aha. alive is al mm -hmm. niet ordinary, zo. So, ik ben al niet hier om iets ordinary ervan te maken. Dat zou ik? jammer zijn. Dat zou jammer zijn. Dat zou nee. wasted talent ja, zijn. Inderdaad, ja, snapte ja, no. wat ik bedoel. Dus ik probeer er wel echt de max van te maken, gewoon. Sweet. Zeker voor mijn kinderen gewoon, dat mijn kinderen die rich white people lifestyle kunnen leven. Mm -hmm. Dat, is, ja, mijn zeker. Ja, dat, dat is mijn droom, zeker ja. mijn Dat ik is ook mijn droom. Ik heb pas met dat gesprek gehad met dinges. Uh slager op te komen en SNR oner S is slagerij. Ik was er, ja, ik was er overdag. Ik was er gaan halen. Die zegt, uh, moet je niet werken Ik <laughs> <laughs> zeg: ja well, wel. Paul is wel wel gekend. Hij zegt, weet ze, zegt die, jullie zijn de generatie. zegt, hij zeg, ik heb gelijk. Zeg ik. Hij zegt, jullie ja. moeten het doen. Hè, zegt jullie ah. moeten, jullie moeten die functies, jullie moeten tegen hun zeggen wat die moeten gaan doen allemaal. Hè. Dan, niet meer omgekeerd. Dat was ja, vroeger, zegt hij. Ja, ja. Zeg je heb gelijk. Zeg ja. ik. Zeg jullie, jullie generatie heeft gestreden. Ja. Om ons hier te krijgen, om ja. ons die opties en die kans te geven. Exact. Het is aan ons om die kans ook te grijpen dat, en er iets mee te doen. Ja. Dus en niet te verspillen inderdaad. En niet te verspillen, ja. Klopt, 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 klopt. Ik was ook pas aan het denken, ik was aan het, ik was aan het rijden en ik, ik werk op de baan. En ik zag zo'n bunch of white people, gaan zo so happy. Waving, uh, big smiles. En ik dacht zo van, man, ain't it nice? Ja. Snap je? Ik dacht van mij... Isn't it Ik dacht van, mijn, uh, ik dacht van mijn, mijn Must be nice. Ja. Zo van... Snap je? Van mij. Zo... Geen... Het huis waar je woont, gebouwd door de bompa. Snap je? Uh, zwembad in de tuin, komend van de vader. Uh, ik weet niet wat er nu... Dat is, is niet om haat te prediken, hè. En dat is ook niet bij iedereen het geval natuurlijk. Dat is natuurlijk. ook niet bij iedereen ja, het ja. geval. Maar, er is wel... There is a big difference, hè. Ja. Snap je? Ja. Er, is, er is voor ons... Niks opgebouwd. Ja. Snap je? We hebben niks waar we op kunnen terugvallen. terugvallen ja. we, hebben geen, we hebben geen backup plans. We hebben geen, uh, we hebben geen fund waar we op kunnen leven. Ja, we, ja, 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 ja. we, moeten, we moeten dit echt wel zelf doen. Mm -hmm. Met de opportuniteiten die we hebben gekregen van onze ouders. Door in een burgeroorlog naar België te komen. Door in tijden van de mijn uh, naar België te komen om hier te komen werken. Ja, ja. Dus wij zijn eigenlijk echt. Uh, wij we moeten die plant verder water geven. Wij zijn de kunstakindjes. Ja. ja. Dat moeten we aan doen. Ja. Klopt. Maar oh, uh, we doen dat. Ja. Bek de muziek, Freddy. Wieso zou je in je top 5 zetten? Bam. België. Nee, niet België. Codec Black nummer één sowieso. Nee, uh... echt rust. Ja. 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 Echt waar. Ja. Ja. Sowieso. Heb je ba een, heb je een interview met? dingen goed. Ja. Ja. Die, welke K welke? K lab. Ja, man is een interview bij Caleb. Is Caleb dat aan die tafel zo? Die Barstool Sports. Zeg, my name Kodak Black, but when you, you see me, I'm white. white. Ja. Bro, check nee, die. We gaan die zelfs We gaan die zelfs kijken. Dat ja. is de grappigste video die ik heb gezien in mijn leven. Dat grappige, broer, uh, dat is wel grapje, echt wat die grapje interviews. Dat is niet is next level. Eerlijk gezegd, ik heb zijn muziek, ik ben ook zwaar fan van Kodak. Ja, ik ben zwaar fan van Kodak. Sinds de afgelopen jaren, niet zo heel lang. Zijn karakter, hè. Ja. Zijn karakter is wat mij aantrekt tot ja. zijn muziek. En een ja. speciale kerel, ja. Ik ja, ja. En door zijn karakter uh, uh, voelt je zijn muziek ook veel dat harder. Is gewoon, gewoon. 100%. Dat is gewoon hij. Hey. Dat, dat is niet normaal. Ik weet niet waarom, maar die, dat lijkt me zo'n heel intelligente autist. Ja. 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 Maar dat is... Dat is waar, joh. Like, er is iets mis mee, maar die is fucking intelligent. Hè. Ik ben door hem woordenboeken gaan beginnen lezen. Ja. Want ik heb zoiets van, hoe is deze gast? Hij ziet er half gekrakeerd uit. Echt waar. <laughs> echt de gremlin. Hij is hier woorden aan het droppen dat ik niet begrijp. Hè? <laughs> <laughs> Am I stupid? Ja, 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 ja. Ben ik de dommere geweest? <laughs> Am I the crackiest? Heb je wel gevoel? I was like, nah, no, I gotta step up my vocabulary. Maar ja, ik vind hem echt ik vind hem heel genius ook gewoon, man. Ja. Lyrical. Like. Codec, codec is goed, joh. Codec is echt crazy. Beste album van Codec? Uh, ik zeg, ik ben nog niet zo lang aan het luisteren. Hè? Maar. Want hij dropt ook veel, hè? Hij dropt veel. Hij yeah. dropt heel veel. Maar dat is ook zoiets south. Dat is ook yeah. zoiets southern. Zo mm. so die southern rappers, die, die droppen precies zo bij on ontbijt, lunch en in de avond. <laughs> En, en geen interesse in de kwaliteit ook uh, niet hè? Ja, gewoon droppen. Want ja, gewoon droppen. <laughs> NBA Youngboy zal ook Amai. om de maand ja, een ja, album ja. droppen. Ja. Daarom ik denk zelfs dat ik geen albumtitel ken van Corinne. Mean, ik heb voor mij eerlijk gezegd uh, Dying To Live. Dat was de album die mij echt heeft gepakt. Ja. Dat was de album die mijn muziek zelf heeft laten veranderen. Dat was ja. like, mm, fuck all that shit, ik kan mij gewoon blootstellen. Like, I'm gonna let hem know who I really am like ja, ja. fuck graaf doen fuck dit fuck dat fuck uw drip fuck u dat gewoon blootstellen hoe ik me voel dat is waarom ik right? write je? maar te? dat werkt ook ja net zoals, dus net zoals je zegt dat Kodak uh, dat je verliefd geworden bent op zijn karakter mm -hmm. en daardoor zijn muziek muziek meer zit gaan appreciëren zullen mensen dat bij u ook hebben en ja. daarom vind ik eerlijk gezegd dat artiesten in België ook te weinig interviews doen ik vind dat interviews of dit wat je nu bezig bent, ik vind dat dat ook helpt. Om, mm -hmm. want muziek is niet alleen het liedje wat je uitbrengt. Ja. Mm. Dat is, je hebt de character, je hebt de. Hoe is hij in het e echt? exact? Snap je? Ja, 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 ja. En, en daarop bouwt je ook, hè? Klopt. Want in het begin viel de codec niet. Hè. Ik haatte hem zelfs. Serieus, ja, ja, want hij kwam. Toen hij pas begon hij was Louane aan het zijn, I was like a Big Wayne fan. I was yeah. like, bro, what doing? Ik ook zo. Dat ja. is een rare stem daar, Snap je? <laughs> maar daarna, ik like, ben zijn muziek en was like, wow. Met Tunnel Vision was hij denk bekend geworden, yeah. Ja. dat was, yeah. ja. was, ja. Dat was ook zo. Ja. Ja. ja, ja. Dat was in dat dat mumble rap. Ja, ja. Ik was er ook niet zo voor. Maar daarna, ja. eerlijk gezegd, zelfs al Destiny Lil Wayne, al Destiny. Al praat hij over uh, Nipsey als een vrouw uh, Lauren London. <laughs> dat was wild. dat is zwaar wild. Dat was wild, hij Crazy, was wild, yes. hij was, wild, <laughs> hij was wild, wild. Echt waar. Maar wat ik wel graag vond, was... Uh, T.I. kwam hem uh, de stats op zijn plaats zitten of zo. Hij ja. was like, bro, you can come here no more. En bla bla bla. Mm. God, ik schoon live gaan, echt maar 10 minuten. He's like, bro, I'm here right now. What you saying? <laughs> 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 en hij toont echt waar dat hij is. Like, bro, is gek, pull up. Ja. Is super gremlin. En, die, die, He die Haitians van, van Florida. Ja, zijn crazy. Dat is ja. nog een andere, ja. Ja, ja, nog is een andere level of Mensen crazy. Dat is echt schrik van hun. Ja. Ja, dat is ja, ja, echt ja, een ding, ja. hè. Sac passé. Die begrijp je ook niet zo. weet Dat is een heel andere. Ja. ja, ja. Ik vind, hem, ja, ik vind hem echt wel. Uh... Wie zou ik nog zetten? Nu nee. top 5, ja. Mm, top 5, top 5. Wayne Zou ik Loween zetten? Ik zou moeten voor de culture, maar wil ik niet. <laughs> ah, pas ik... op, ja, ik merk er ook wel verschil in. De ene zegt Loween, niks mee te maken, de ander zegt Loween, moet top 5. Ik zeg zelf, moet top 5. Kijk, ik zeg zwaar, moet, moet top 3. Ik ga eerlijk zeggen, sowieso toen ik begon met muziek, ik was altijd gewoon Loween aan het nadoen. Oh. Ik vond het super hard. Ja, Eigenlijk hij moet erop. Eigenlijk hij moet erop. Ja, Anders ben ik ja. niet eerlijk tegenover hem. Drake sowieso. Ja, dat is waar. Kijk mee akkoord. Ik Drake is, bro, wie voor mij zegt: Drake is geen, niet de beste van deze tijd. Cap. 100%. Bro, hoe kun jij in elke genre. Dat is het. Hits uitbrengen. Dat is gek, hè? Dat is gek, hè, bro? Ja, ja, ja. En allemaal nummer één hits. Hè? Allemaal ja, nummer nee. één hits. Hè? En ook nog goed. Goeie, goeie, ja, dus ja, 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 niet gewoon nummer like, één zomaar. Hè? Dus hij is kan goeie, goeie. rappen, zingen, love song maken. Als ik me niet vergis, hebben was zelfs een trek aan het maken in Spaans. Ja, ja. Waarschijnlijk. Ja. This guy, Far. Ja, <laughs> die, hij is echt... dat is. Ja, dat is Ja, echt, ja, ja, ja. dat is, Dan heb je echt talent. Hij heeft zwaar talent voor. Ja. Dus we hebben nu Kodak, we hebben Weezy en Weezy. we hebben Drake is zou ik zo nog twee plaatsen, nog twee plaatsen, nog twee plaatsen, nog twee plaatsen. Ik vind het wel cool, want dit is onze leeftijd, hè. En we zijn eigenlijk twee, twee van de drie matchen met ons, uh, allebei denk ja, ik eerlijk zo. gezegd. wie ja. uh, heeft mij ook echt hard gemotiveerd. Ik veel naar geluisterd. Woi, yo. Ik weet niet, man. Misschien een beetje... Wat zijn, zijn jullie top vijf? Ik ga, ik ga even houden op drie okay. en dan ik ga mijn laatste twee nog ik, zingen. Ik zou Lil Wayne er sowieso inzetten. Ik zou Kanye West erin zetten. Oh my god, hoe heb ik Kanye West yeah. vergeten? Shit. <laughs> ja. Kanye vind ik echt iconic. Ja, Kanye is sowieso. Kanye met 808's, met, met ja, college Edo bro, 808's broer. Want ja. Kanye is iemand waar ik album van kan opnoemen. Ja. Kijk, Kanye is, daar zijn die. Die albums, ik Lawein vind dat, ook trouw, ik vind dat Kanye heel veel heeft gedaan voor de culture, maar ook gewoon voor de genre of hip-hop. Die heeft veel sounds ontwikkeld, die heeft veel trends gestart, die heeft heel veel gedaan. Kanye, ja, ik vind Kanye sick. Ja, joh. Ook gewoon wat ik, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik heel hard respecteer aan hem is het feit van, zoals ik zei, van, ik zet uh, graag druk op mezelf, omdat mm. ik weet ik moet mijn woorden naleven. Dus Kanye is op een interview aan het zeggen van, kijk, binnen vijf jaar ik ga mijn brand uitbrengen, iedereen gaat daar roken. Ja. Ja, wel, dat is gek hè. En mensen waren met uitleggen op die podcasten. Met met ja, 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 mensen. Waren, <laughs> maar, mensen uh, bro, he did that shit. Ja, ja. Heeft hij heeft dat echt gedaan. Dat, dat is, is gek echt. crazy. En, dat, en die kreeg de credit er niet voor, vind ik. Nee. Wel, voor dat uh, gewoon om letterlijk die heeft letterlijk gedaan wat hij, wat hij ja. zei. Ja, ja, ja. En dat is weinig mensen kunnen daar. Kanye, nee, Kanye is echt. Ja, dus, dat is top level genius. Sowieso. Ook zijn zijn uh, van hem. Soms ik heb ik zo nood aan een beetje motivatie zo pak gewoon FX Kanye West compilations YouTube uh. <laughs> I love it ja ik ja. hou er echt van maar dat is hou er echt van. realness hè ja inderdaad. dat dat is die realness die Kodak heeft ja. die komt ook in Kanye West voor klopt ja, klopt klopt want klopt, hij heeft zij die, die is letterlijk miljarden aan het verliezen voor zijn realness Sorry. wie uh, Kanye Kanye, 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 yeah, yeah. Kanye is letterlijk ja, miljarden eerlijk als je zo veel broer, geld maakt echt niet meer uit. Jong. Nee, ja. zoals Andrew Tate zegt geld is een cijfer op een scherm mm -hmm. ja als er dan twee drie cijfers minder gaan of die mannen kijken niet meer naar een rekeningnummer naar, rekeningen. naar rekening ja. ja ik denk als je een miljoen van vakanties zou stelen zou dat is als niet door snapt toch en we hebben het over een miljoen hè ja, je een ja, miljoen ja. hè, bro en ja. zal dat niet door hebben bro ja, ja die mannen swipen gewoon ja. geen interesse Pff, ja. huh? Huh? prijs nee, what's yeah. that <laughs> wat betekent dat <laughs> uh, veel mensen zeggen ook zo van dat statuut hè. die zeggen van uh, ik, ik, ik schaam mij eigenlijk om het toe te geven, maar ik heb al heel lang niet naar een prijskaartje gegeven van ja. niks. Ja. Dus die kopen gewoon wat die ja. willen eigenlijk. Dat is, alsof dat, is toch, dat is toch waar wij naar streven. Dat is een mooi leven. Tuurlijk, als ja. die financiële vrijheid hè? Dat is echt de vrij. It's That's not the the about the money, it's about the freedom. It's about the freedom ja. indeed. Pff, live dat life like a video game. Amai. Gewoon binnenkomen, ja. Pff. zit alles zoiets op mijn kaart. Ja, <laughs> letterlijk. Gewoon ja. zo'n trankje, maakt niet uit. Allemaal top af, man. Ja, toch. Crazy. Dat is waar, dat is de shit. Maar uh, om mijn top 5 te vervolledigen, ik wil ook een beetje new age rappers eraan toevoegen. Um, dus ik zou een gedeelde plaats geven aan drie personen. Ben je het overdrijven? Nee, okay. uh, Ik zou Joey Badass erin vlammen, ik zou Kendrick erin vlammen en ik zou ook Absol erin vlammen. Dat is een, dat is een andere. Je hebt in hip-hop. Heb dat je is mijn andere kant, dat is mijn alter ego. <laughs> dat is een, ja, ja, je hebt, je hebt uh, die, die lyrical. Ja. Uh, mm -hmm. Ja, dat is een lyrical part yeah. inderdaad. Uh, yeah. ik, ben, ik ben persoonlijk meer... Ik ben een fan van, van Southern. Van Southern rap. Okay. Uh, zoals ik zeg, ik ben uh, Lil Wayne. Sowieso in mijn top, top drie van jongens uh, okay. Van de new age. zou ik zeggen... Uh, NBA Youngboy. Ik, 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 ben, ik ben een fan. Ik heb hem nooit beseft, man. NBA Youngboy is goed. Ik ook niet echt. Ik heb hem nooit beseft. Youngboy is goed. Die heeft, een, die heeft een bepaalde... Die heeft een bepaalde... Zijn flow, zijn... zijn Confidence, hè? En mm -hmm. zijn de man ja, heeft negen kinderen. Het yeah. daar. <laughs> ja, ja, dat is wel een crazy ass individual. Daar ja. Maar alle, Southern, ge alle, genius genius, alle genius zijn crazy. Ja. Ook, moet, ja. kan niet ook. anders. je ja, ja. ja, ja. moet, moet, heel anders denken dan een normaal persoon. Ja. Dus het feit dat mensen kan je soms uh, gek noemen of zo. I'm like, als jij ziet wat die man allemaal heeft gedaan. Mm -hmm. Dat is gek. Ja, ja. hoe ja, ja, verschieten jullie hiervan? Tuurlijk. Snap je ja, dat? is ook. Oh, sorry, carry on. Ik denk dat ik... Dus, dus Youngboy, Lil Wayne. Ik zou Drake daar ook sowieso in zetten. Sowieso. Mm -hmm. uh, zo, eerlijk gezegd, een 50. Uh, Begrijpelijk. 50 cent. gedaan? F, luister, luister. nu, hè. <laughs> De jaren 2000 waren hem, hem, hè. Naar een 50-album, hè. Uh, hoe oui, het is, een album, zelfs weer al. Get Richard Die Trying. Ja, yeah, Get Richard Die Trying of uh, die andere met die gebroken spiegel. Ik weet niet mm -hmm. meer hoe die heette. Ik weet wat uh, wilt. Met die gunshot. Yeah. Als, uh... Luister nu naar na, na zo'n album. Dat is gewoon nog altijd goed, hè? Yeah. Dat, is, ja, dat is nog altijd zwaar. En ik luister er ook nog altijd vrij veel naar. Eh. Uh, Ja, ik zou Codec er ook in zetten joh, in de top 5. En dan, ja, heb ik, het, ja. dan heb ik ja. Ja, vijf. Ja. Ook wel om een New Age te, erin te zetten. Sowieso. Ja, ik moet ook nog zo'n New Age erin zetten, precies. Zo één. Ah, ja, je moet er nog twee. Je moet er, twee moet er, er nog eentje. Ja, ik heb Kanye erin, kan erin gezet. Hij staat wel juist. boven trick. Ja, dat snap ik. Dus het is Codec, maar dat is puur gewoon ja. mij als persoon. Ja, snap je ja, ja, wat ik bedoel? Anders. Dat is echt persoonlijke smaak. Ja, het is Codec Lowane. Kanye? Nee, nee, nee. Kodak, Kanye, Lil Drake. Wie ga ik voor de laatste, bro? Wie heeft mij echt gewoon... Who got me like that? Like... Pause. <laughs> no homo, No homo. Shit, man. Ik luister ook echt geen... Niet echt Amerikaans muziek. Nee? Nee. Nu is dat een bewuste keuze. Niet per se. Die zijn gewoon niet zo interessant, zeg maar. I mm. believe em. Ja. Oh. Bro, hoe kun jij miljoenen verdienen en tegen mij nog zeggen dat jij in de trap bent? Hashtag <laughs> ja, I don't believe, ja. <laughs> so. believe you, bro. I don't believe you, bro. Talking about trap house. Bro, welke trap house, bro? Oh, so. Koop je eigen mansion, it's done. Uh, yeah. You made it. Yeah, right now it just sounds stupid. Ja, snap Klasse vaak Engeland. Echt? Ja, Engeland pakt me echt. Engeland pakt me echt die rappers van daar, daar, de rappers vandaar waar ik graag vind ook like jij kunt ook direct zien like you real and you're ja. not, ja. Snap snapte? Like a diggity, ik ga dom op diggity. Ik zie met ja. de daar van al met zijn hoofd. <laughs> maar dat is more relatable ook hè? Ja, dat is dat is dat is, dat is heel dichtbij hè? Dat is, ja. dat is het ook, dat is, dat is het ook. Europees, hè, Ja, ja. ja. Engeland, gaat dom. England, ik weet niet, ik kan mijn plaats vijf openlaten, maar ik kan mijn eigen daar zetten. Savant. Let's fucking yeah. go. All right. Het klassen vaak naar mezelf. <laughs> ja, luister het ja, ook ja, echt naar ja, jezelf. Toch, huh? toch wel. Ik denk dat dat iets belangrijks is. Wat uh. Want ik merk bij onze podcast, uh. hè, want je weet, ik doe de timestamps, dus uh. ik kijk altijd onze podcast, zoek. Ik kijk minstens één keer opnieuw. En tijdens het bekijken van de aflevering merk ik dingen op. Verbeterpunten. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Van mezelf, van hem, van, van gasten. Welke gasten moeten we vaker, vaak welke minder? Wat levert interessante content op, wat levert minder interessante content op? Mm -hmm. uh, je, je merkt zo'n ding op. Ja, ja, ja. En dat met muziek niet anders is. Ja, op zoek naar verbetering. Ja. Maar ook, er zijn uh, bepaalde tracks, zeg maar, die zo echt zijn voor mij, dat ik die ook alleen kan beluisteren als ik alleen ben. Mm. Ik kan die niet met iemand anders luisteren. Ja. Dat is het ook zo. Als ik bijvoorbeeld zo'n long drive heb. En ik weet van. Van Antwerpen naar Limburg. Ja, zoiets, Nantor. Als ik alleen ben of zo. Ik kwam hier vroeger altijd opnemen. Ja, Heel met DU, dat is al misschien Limburg opgenomen. Waar? ja. Ik ga niet kunnen zeggen waar. Als een Genk waarschijnlijk? Hasselt. Hasselt, Genk, noem maar op. Maar, die tracks, bro, dat zijn vaak de tracks die ik. Je gaat me heel zelden een 100 gram of zeg maar nooit een 100 gram of zo hoor pompen in mijn auto. Een, ja, het zijn hm? altijd die persoonlijke tracks ja, ja, ja. die ik zo heel graag pomp. Waarom? Is like muziek is voor mij sowieso iets van motiverend uh, power. Mm -hmm. En als jij zelf de artiest bent, is like jij raakt de perfecte knoppen ja, voor ja. mij. Snapte wat ik bedoel? Zo so, is crazy. Soms ik ja, ja. echt naar een track luisteren en zo van pff, That shit, <laughs> maar ik weet niemand gaat dat niemand gaat dat voelen zoals ik dat zelf zou voelen. Tuurlijk. Niemand gaat een precious voelen hoe dat ik een nee. Bro, de producer zelfs met wie ik dat heb opgenomen was like bro, I had like 15 beats for you ready. En ik heb voor mm -hmm. hem gezegd bro, we moeten een nieuwe beat maken, 'cause I ain't feeling what you got for me right mm -hmm. there. Snap je wat ik bedoel? En ik wou terug die die old Kanye met de samples was dit echt, yeah. the, He was in feeling it. Hij was het echt niet aan het voelen. Hij was echt van, bro, gaan ga we echt deze opnemen? Hij was like, bro, this is a classic, bro. Ah, serieus of uh, wat? Ja, ah. ik was echt van, bro, this is a classic, Want Ik bro. heb die indruk ook gehad na het lezen van dat liedje. Dat ja. echt zo van, die, die raakt. Ja, deze was mijn derde track die ik heb opgenomen sinds ik vrij ben. Nee, joh. Echt waar, dat was de derde track die ik ooit heb opgenomen sinds ik vrij ben. Ja. Echt waar. Ja, Waze, Precious. Nee, nee, Waze is... Waze is echt daarna pas, bro. Ik ben ondertussen ah, al, zo, misschien... okay. ik heb nu misschien al vijftig tracks of Got zo. You. ja, 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 ja. Okay. En maar deze was echt zo de derde track of zo, ja, 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 ja. echt waar, crazy. Ik had eerst die First Day Out, ja. toen had ik uh, toen ik zwanger direct van Brussel naar Antwerpen gekomen, Doop. hadden we een track gemaakt en, en toen ben ik toe je eruit is gekomen, ja. Dat was ook vind ik chic. Dat is wild, hè? Ja. Want ja. want je ja. zegt dat heel veel andere artiesten die blackballen. Mm -hmm. en dat zwanger de, de grootste, de bro, grootste ja. dan moet je binnen ik de 24 dan... uur. Binnen de 24 uur man kwam naar mij met pizza Nee. Ja, yeah. Let's work. Yeah. <laughs> yeah, that's dope. Well, let's work bro, that's real shit bro. dat is dope. That's real shit. Ja. Yeah. 100 Gaan we fan questions doen? Oh, Zijn er fan questions? Ja ronde. doen big Kleine segment. <laughs> Blijkbaar. Nee we hebben wel uh, respons gehad ja? ja. We hebben een paar vragen. We doen er nooit heel veel. We zullen gewoon. Ja dat gaat ook hm. niet meer te lang duren hoor. Dus ik ben van ons af, maat. <laughs> ik ben hier toch. <laughs> hoe later je gaat, hoe minder veel je hebt. Sprake ja, dat is <laughs> um, Dat was een heel directe vraag, meteen. Amai. Sean, hoe noem je dat zo. Ik denk verweiligen. Zo, een laag. Ben ik, strepen, al ik weet dat niet. VWG. Sean VWG vraagt: hoeveel kost een featuring? Dan, 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 dan. <laughs> <laughs> ik heb er geen prijs op plekken, man. Verschilt dat? Ja. Van periode tot periode, van artiest tot artiest, van nee, dat topic tot topic? Van, bro, ik vraag normaal geen geld voor, voor, voor futurings. Okay. Als je hard bent. Oké. Okay. Kennen jullie de track Choselonia? Ja. Bro, Bolle is geen rapper, bro. Het <laughs> <laughs> is gewoon een dreddy van de buurt. Nee, <laughs> hij rapt niet, bro. Hij heeft niet eens een, art, een artist-profile uh, profi op Spotify, bro. <laughs> <laughs> like, de man rapt niet. Maar ik heb met hem een track gemaakt waarom ik vind hem hard. Ja. En dus, zo, wat zo zijn de, er nog meer. Dat is toch die waarin hij zegt... Uh, wat zegt hij? Die? Diesel. Benzin. Ja. Dat er me nu wat getankt. Ja, 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 ja. Dat is er niet worden, ja, ja, ja. Bro, die, Ik lekker gelagerd, denk ik. Bro, ik viel hem gewoon. Ik als, like, bro, je hebt het hard. Ja. Snap je? Ik bedoel, poko gemaakt. Maar, zo van die mensen die zo een FT met Freddy Konings willen hebben, om hun cijfers te doen groeien en zo. Je hebt nog twee tracks uitgebracht of zo. Ja. I'm a charge you. Tuurlijk. Makes sense. Snap je? Zo. Er approve yourself first. Mm -hmm. nou. Dat begrijp ik ook. Oké. Okay. Mooi ontwikkelen die vraag. Ja. <laughs> salut voor dat. Soebie Dubi, die vraagt twee dingen. How was it in jail en zit je nu braaf? Goed, en ja. Nee, hoe was het in jail? Ik heb het verteld, bro eerlijk. Uh, je ziet hoe we eruit zijn gekomen. <laughs> ja, toch. Is ook een sexy is heel. Ja, daar ga ik niet op antwoorden, maar je ziet er goed uit. Mij uiterlijk moet de antwoord geven. Voilà, klaar. Ja, ja, ja. Wat uh, was ik die glow-up? Ja, ja, dat ja, is fucking dope. Ik ja, yeah, yeah, herinner me nog toen dat zo pas uit was van. Yeah. This guy. Yeah. came out of jail fucking jacked. <laughs> wow. Is dat een clone? Yeah. <laughs> uh, Jalou zegt, aangezien je toch al vaker in de burst geweest voor opnames. Wil je, een sessie, wil, je, wil je een sessie na het opnemen van de podcast met de Twins in Jungle? Oké, dus wil je een sessie opnemen met de Twins in the de Jungle? Ik bent eigenlijk uitgenodigd voor een studio sessie. Ja. Nah. It's Friday, bro. I'm trying to get lit. I'm trying to go to no studio, bro. It's weekend, bro. Maar ik ook weekend ja, ja, hebben? <laughs> ja, Allee, ja. Uh, rappers zijn moeilijk, zo. Gewerkt, hè? Ja, ik weet het. Je ziet het echt als werk. Van maandag tot vrijdag, bro. Ja, tot. Is echt waar. Maandag zit je... dat ook bro, echt zo. Echt. Gewoon om te laten zien, ik ben niet aan het keppen. Ik ga nu mijn notities openen. Laats, laatst geschreven. Hier. 4 uur 43, gisteren. En vandaag, wat zeg ik? Vandaag. 4 uur 43. Dus. Maar ik, ik werk echt elke dag. Ja, ja, elke dag ben ik aan het werken. Schrijf dus je notities? Niet pen en papier? Nee. Bro, we zijn vrij ondertussen. Ja, ja zo -akkoord, ja, ja. Ik ben naar buiten gekomen met zo'n stapel, bro. Zo'n stapel papier. Ah, gel, Zee, gel. ja, ja, jail. Ja. Op de muur aanschrijven, in jail. Nee, Met <laughs> mijn nagels. <zeker? laughs> echt, met zo'n stapel. Dus je hebt ja, nog... ja, Zo'n stapel, bro. Echt zo'n stapel. Zit je, dat, zit je dat aan het gebruiken dan ook? Uh, ik gebruik dat als speakbriefje. Ja. Uh, ik gebruik dat speakbriefje als, als iemand mij zo uitnodigt naar, uh, naar de studio en ik heb geen baars, zo snel snel. Dan kan ik zo van daar een lijnpakje, daar ja, een lijnpakje, ja, ja. snapte. Dik. Maakt het allemaal gemakkelijker voor mij. Zeker. Ik probeer zo'n foto te zoeken van, uh, van hoe, ik naar, hoe ik naar de studio ben gegaan die dag. <laughs> ah, hier. Hé, hey, echt een man. Ja, ja hebt echt bugs bij jou. Ja, ja. ja. Show die heeft naar de camera als gewild, met, met zwangeren. <laughs> Ik <laughs> <What the hell? laughs> <laughs> 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 ga jullie toch niet accepteren als jullie me toevoegen. <laughs> <laughs> I got a lot of personal shit on this shit, bro. <laughs> Sowieso. Ja. Yeah. Uh, Neem over. Freddy, ik heb nog een vraag van, uh, van Ray okay. Zal ik dat maar uitspreken? <laughs> uh, hoe staat Freddy tegenover drill rap en welke boodschap zou hij willen geven aan drillers? Wat zeg je, Kim Precious? Uh, okay. Tell the young boys, sit down and put down your knife. Ja. Want life can be so precious. Bro, wat gek is, ik werk nu zo voor, 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 uh, voor uh, een bepaalde jeugdwerking, uh, City Pirates. Ja. En die hebben een bepaalde gedeelte, Riverside, die jongeren probeert te helpen uh, door middel van muziek. Ja. Snapte? En er was een situatie gebeurd waar een van die jongeren, uh, rest in peace, werd neergestoken. En gewoon dood gegaan bro. Like the guy was 15 years old. That was yeah, that's crazy. That's en om dan te denken, zijn jullie zo ver aan het gaan voor een beetje muziek bro? Dat is shit crazy bro. Snapte? Dat is nou 20 jaar back voorbij. Die de Die kent u niet. K-Trap <laughs> yeah, don't know you. Snapte ik bedoel? Like, denk een beetje nou over de toekomst. Als jij jong bent, ben je te impulsief soms. Yeah. Ja, te? So, en, ook, uh, en ook los van de 20 jaar. Mensen moeten misschien beseffen wat dat betekent om een leven af te nemen. Van ja, iemand, hè. hoeveel mensen dat je eigenlijk, hoeveel levens dat je eigenlijk ja, meepakt. Ja, dat is waar Terwijl je die één leven neemt. 100 procent. Ja. Crazy. Dat is inderdaad, uh, ik denk dat je slaapt niet meer. Hè. Hmm. Uh, My Life Be like vraagt uh, of je gesponsord bent. Oeh. Uh, in... uh. <laughs> ik kon ja, net hetzelfde doen. dank <laughs> <Ja>, je. <you. laughs> uh, zit je gesponsord door Appi? Ah, Albert Heijn. <laughs> ja. Omdat ik ah. heb ook die foto van je gezet. Ah. Nee, nee, ik werk daar van maandag tot vrijdag. Niks <laughs> sponsoring, gewoon oh, werken, bro, vriend. Ik had, weet je hoeveel mensen ik had die met DM? Like, ja, welke Albert Heijn? dan als weet. ik bij Albert Heijn hier werk ik dat zo blij ging posten op mijn Instagram ah, feed, bro. Nee. Hey, you know my career is over, bro. Nee. Here, bro? Ah, carrière is sowieso gedaan als weet ik daar ga werken, bro. Mensen zijn soms echt next level. Ja. Hoezo <laughs> hoezo denk je dat, dat echt is? Ja. Oh my. Gullible. Ja, Kon, je weet maar nooit, hè? Kon. Ja, ja. Albertijn is een leuke winkel, hoor. Yes. Ja. Ik denk dat het een leukere winkel maar is. Maar ik, die zo hard haal van Antwerpen, zou eerder voor een carrefour gaan. Ja? Ja. Waarom? Albertijn is echt Hollands. Ja. Dat is waar. Snapte. Zou ik geen nee, carrefour ja. gaan? Geen muziek met de Hollandse artiesten. Geen <laughs> Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik zou wel muziek maken met Hollandse artiesten, maar het is niet van. Nee, ik weet niet. I'm dat. dying to. Yeah. You're Snap not gonna suck a do? dick for it. No. Hell to the fucking no. <laughs> yeah, Snap je? No. I ain't that kind of person. Yeah. Yeah. Oh, ook ik hou van. Jij veelt me, ik veel jou. That's we what? maken iets doop. Oh, en dat zou zo moeten zijn ook, hè? Ja. Yeah, yeah. Niet mijn manager stuurt jouw manager nee, en wij yeah. betalen jou en dan ben ik daar en. Jij ja, komt snel gewoon een 16 speed en you're out. I feel in Dat is kunst, dus... hè? Kunst ja. moet kunst blijven. Dat, dat mag niet de business inderdaad, worden. Inderdaad, inderdaad. Ja, Ik cool. denk dat dat veel verschil maakt ook ja. Ja. In, het, in het proces en zo. Ja. Ook gewoon de studio. Ja. Uh, de studio time. Uh, dat kan zijn dat je met een artiest die je graag hebt, meerdere tracks kunt maken dan zelfs in plaats van 16. Plus wat, bars. Ja, inderdaad. Nou ja. Uh, When the time comes, it comes. Exact. Waar. Misschien nog één laatste vraag? Zeker. Uh, Lagra La vraagt: Toepak of Biggie? East of the West. Hmm. Ja, Biggie. Ja. Ik zou eerder Toepak gedacht hebben. Waarom van nu? Omdat hij ook in jail een GL album heeft uitgebracht. <laughs> 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 ik, ik, ga voor, ik ga voor Biggie. Waarom? Ik vind, ik vind Toepak was kind of noisy. In welke zin? You was loud and all that. Hella, Yeah, ja. Snapte? Ja. Ik was present. Ja, Zeker en vast. En I was. En I'm like. I feel like more like the biggie type of person. Like laid back. laid back rustig I'm here to. I'm here for a good time. I'm here to. You know, we can spit a little 16, You know what I'm yeah. saying? En ook zeg maar. In die track, zeg maar, toen hij Biggie ging dissen, toen Toepak Biggie ging disse. Ja, remember when you slept on my couch enzo. Ik kan niet tegen zo'n mensen. Ja, dat is fucked up. Like, don't be, don't be telling shit that you used to do for me when we were good. And now that we ain't good no more, you wanna tell the world. Like. Ja, ja. Ik vond liever dat hij niet had gedaan. Ja, snap <laughs> jij, ja, dat is hem. Dus langs nee. de andere kant is er inderdaad niet zoiets geweest, hè. Langs Biggie's kant is er niet zo... Er Als, zijn geen lowblows nee, nee, geweest, nee. eigenlijk. Terwijl, langs Toepaks kant, maar hij was gewoon... Zwaar, impulsief. Ja. Dat is zwaar. De, die, die karakter heb je ook. Snap je? Zo, karakter, zo ken ik, ik ken ook zijn mensen. Maar zo heeft ja. hij wel verkocht. Hè? Zo ja. is hij wel Tupac uh, ja, geworden. Wel. Dus ja. Daarom, bro, jij weet, jij weet toch dat... Uh, ze zeggen dat Biggie, zeg maar, de, de, uh, Biggie zijn mensen, Tupac heeft geschoten in die studio en zo. Mm -hmm. Bro, jij weet toch dat Tupac gewoon zijn eigen heeft geschoten? Hè? Bro, is dat zo. Je moet dat eens opzoeken na deze interview. Ja. Toepak heeft zijn eigen per ongeluk geschoten. Om daarna, daarom dat Biggie de trek uitbrengt. Hoe chat je? Die mensen hebben hem niet geschoten. Snap je, hij heeft zijn eigen geschoten. Om dat te kunnen doen. Nou, nah, dat kan wel. Ja. Dit verhaal ken ik niet, hoor. Dat is ook de eerste. Opzoeken. Okay, nu nee, Toepak was een Hollywood. Uh. Ja. Toepak was een, die is uiteindelijk, die is niet van, die is van, van Baltimore ook. Ja. Yeah. Dus dit is. Uh, die heeft op theaterschool gezeten en zo. Letterlijk. Ja. Ja. Er zijn ook verhalen en van. Die Ma deed ook nog, hè? Uh, ja. er, er zijn verhalen van Marlon Wayne's dat hij zegt: van... Tupac was een was actor eigenlijk. Was een was theaterkid. die zich te veel heeft ingeleefd. In, in die rol. In ja, die ja. Rol. ja. Als je ook kijkt naar, naar. Want ik kijk veel zo van die interviews van mensen die met hun omgingen. Mm Het -hmm, ja. was also more like. Hij was niet really about that life ofzo, so, maar mm -hmm. hij gedraagde zich wel helemaal. Terwijl Biggie die echt Bouta life live is. Like ja, he ja, was 100%. really like. Ja, ja. Snap On jy? the corner. Hè, ja, ja, hij was echt on the corner. All that, maar hij heeft zoiets van: I'm trying to get past. Ja. Snap je? Terwijl Toepak er een, een hele personage van probeert te maken die er nooit was. Snap je? Zwaar. Ik, ik denk gewoon: ja, Toepak heeft meer discography. Toepak heeft meer muziek. Ik denk dat Toepak de, 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 ook de overgang naar Europa veel beter heeft gedaan als Biggie, ja. uh, dus zijn muziek is veel beter overgewaaid naar Biggie. Maar ik begrijp wat je zegt. Ja, maar bro, de fakes always, maar fake wil ik het niet noemen, maar jij weet wat ik het wil noemen. Ja, ja. Maar die mensen gaan u altijd eerst, gaat je altijd eerst horen dan de, snap je? Zwaar. Dat is het. they make so much noise. Ja, ja. Snapte? Je? Jij je moet u, je moet, je moet zelfs niet aan het luisteren zijn. Je gaat u horen. <laughs> Snapte? Zijn er zoveel fakes in deze in onze muziekindustrie? Oh, TVL noise. Bitch, uh, I'm trying to keep life precious, no? <laughs> Love, peace, and happiness, say like Freddie. I'm, I'm wearing pink, bro. I'm like, I ain't come here on no violence. No, I'm saying. These express roles, I almost like, to remind themselves. Yeah. <laughs> 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 I, I almost went. It's not <laughs> your bad. I no. I was like, no, nah, Freddie, calm down. It ain't time yet. Oh, album know. about to drop. You know what I'm saying? This yeah. Uh, oh, dope. Do you got a title for the album? Respect the Pain. Respect the Pain. Ja. Lekker titel. Eind juni komt die live. Eind juni gaat die live komen. Echt die Kijk eens. Ik Kijk het We kijken er naar uit. We kijken er naar uit. Ik hoop dat jullie het allemaal streamen, jong. Ja, ja. ja. Zo. Stuur mij jullie favoriete tracks door, I dat shit. Ik hou ervan. Ja, we'll zeker do. als ik zo, zo luister naar jullie twee. Jij hebt een andere opinie over de muziek. Jij bent zo van de lyrics echt. Ik, heb ik heel ben altijd, meer van was, de lyrics. Ik was net met Eli ook in de auto. Ik liet hem ook een paar van die lyrics tracks horen. Snap je dat? Ik heb hem ook van een paar van die. benny die you know, melody. You know. Okay. Melody, I got you, bro. Er uh. ga een paar ook komen. You know, I'm trying to ja, go a little. You, zeker. Probeer een beetje uit de comfortzone te gaan. Mm -hmm iets dat ik heel weinig heb gedaan, ja. snapte. We. Probeer ik veel meer te doen zo. So. Zeker. Dat is beetje crazy. Sowieso. Trouwens, uh, dikke, zo naar Eli. Want je hebt ja. deze, je hebt het geregeld. Ja. Eli De plug. <laughs> en ook ik zei hem, hij was like, Eli, hij was met zo een hele introductie uitgegeven aan me, like, Eli luister, ik ken je al jaren, ik weet jij gaat me niet brengen naar iets slechts. Ja. I'm just gewoon in the car, whenever you're ready, I'm going. <laughs> <laughs> <je> waar, <laughs> I ain't even man. need to go. I, ik moet zelfs niet weten waar we naartoe gaan. I'm with you, bro. No problem, <laughs> <laughs> bro. I trust you. Snap je Dus oh, oh <laughs> so <dope. yeah>. so <laughs> We zijn blij dat zijn gekomen. Is er nog iets wat je wilt delen, Freddy? Nee, <laughs> niet <on a laughs> per se. Misschien mijn bankrekening voor mensen die geld willen sturen. Als independent, Ja, als Consider sponsoring. Nee, nee, nee. I enjoyed the interview, though. Dope. Nice. Nice. Yeah. Nou, uh, dat is nice. Thanks voor te komen. Ja, jullie bedankt. Dat is één van onze langste. Ja? ja hoe lang, hoe lang Twee waren... uur lang ongeveer. We zitten op twee, twee uur, uur ongeveer. Nee. En we, 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 we zitten op 64 afleveringen. Dus ik denk dat dat de top, top drie, vier... Vijf. Top, top, top vijf, vijf langste zeggen. afleveringen. Ja. Oké, okay. nice. Dus, een lange uh, aflevering wil zeggen dat het zo interessant is wat we blijven ja, praten. Ja, 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 dus ja, 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 dat ja, is sowieso uh, nice, uh, nice, positief. Meestal kijk ik ook wel naar de tijd, maar ik denk dat ik dat het nu de eerste keer is dat ik naar de tijd heb gekeken. En was Thanks voor te komen, Freddy. Geen probleem. Voor de mensen die ze aan het luisteren en ze aan het kijken, uh, vergeet zeker niet te abonneren. Ga op TikTok, ga op Instagram. Uh, om alles in verteerbare clipformaat te kunnen vinden. Ah, ik heb en, ook een een TikTok pakken. nu, hè? Ja? Ik, heet, uh, gedaan, ik haat TikTok. Nee, Echt? ik En je was er niet ingenomen of ik haat TikTok? Nee, <laughs> Al is Allemaal hoofdletters. algoritme, je gewoon achteruit dan gewoon. Ik mij wel toen ik dat heb aangemaakt. <laughs> you, you, you gave in. Ja. Maar is life. Yeah, it's life. It's Zeker als independent artiest, I ain't geen no choice. Ja, je moet present zijn, joh. Dat is part of the business. Inderdaad, Dat is geen sell-out move. Dat is een goede move. Ik hoop het mm. niet. Nee, nee. Ik hoop het. Mensen, thanks voor het kijken. Tot volgende <laughs> week. <laughs>